voor. Abonneer. Spreek mijn arm even neer, nigga. Doe wat je wil. Doe wat je wil. Wat? Je kent mijn steeds toch, ha? Huh? Je kent mijn steeds toch, ha? Huh? Je kent mijn steeds toch? Weet je niet, dan weet je niks, nigga. Je kent mijn steeds toch, wat? Je kent mijn steeds toch? En waar je kent mijn steeds toch? Weet je niet, dan weet je niks. Yes! Once again, it's the triple OG Sugarcane. Live vanuit de Octagon. Speciale gasten in de building. Brakka! We hebben de notorious Mean Moon. Oled Raddy. Vlakke broeder. Alhamdulillah, en met u dan? Gruwelijk broski. Moest ik meneer zeggen? Eigenlijk wel. Meneer. We hebben aan de andere zijde de upcoming stand-up comedian Melissa Mason-Noyce. Je kent me steeds toch? Weet je niet, dan weet je niks. Nada! Chips! Wauw! Hey bro, als jij dacht dat je lijf was, bro. Ik ga je eerlijk zeggen, je verrast me. Tuurlijk, wat denk jij ervan? Jij was net zo rustig, zo stil, zo onder. Je bent nu ook in controle, daar niet van, maar. Aha. Opeens, je kent me niet toch? Ik schrik! Jij was gewoon schrik! Opeens was je die rustige meneer. Ja toch, die is weg, die is weg, die zit in de doofpot en die gaat er alles uithalen wat erin zit. Ik hoor het niks meer, man, sinds ik doof. Mimoen, Melissa, welkom tot de podcast. De podcast waar de straat met elkaar praat over alles wat ons aangaat. Ik wil u hartelijk welkom heten. Dank u. Welkom. Dank je wel. Mimoen, ik begin even bij jou. Voordat ik hier naartoe kwam, reed ik door Amsterdam-Zuid. Dat is waar ik geboren en getogen ben. En ik kwam bij snackbar Ankertje. Toen zei die man tegen mij, hey Kane... Fucka, want ik ben met iedereen opgegroeid natuurlijk in de buurt. Hij zegt, ewa. Hij zegt, je gaat lekker heen met die doofpot. Ik zeg, ja jongen, we doen ons best. Hij zegt, wie heb je vandaag? Ik zeg, ja Mimoen. Welke Mimoen? Ja, shuf shuf, habibi toch? Hij komt uit Oost. Hij zegt, hey. Mijn buurman, ik ken hem heel goed. Oké dan. Hij zegt, gruwelijk. Zeg hem dat we de jongeren van onze gemeenschap meer moeten inspireren. Want ze gaan al heel snel de verkeerde kant op. En hij komt ook uit onze omgeving. En hij heeft het wel niet gedaan. En hij heeft het anders gedaan. Weet je wat het is? Goede voorbeeld. Mag ik inbreken? Yes, breek in. Het gaat er niet om hoeveel je fout doet. Hè? Precies. Het gaat erom dat als je iets fout doet, probeer het met zo min mogelijk mensen te delen. Juist. Zodat niet iedereen weet dat je foute dingen doet. Uh-huh. Het beste is om helemaal niks fout te doen. Hè? Snap je? Maar dat is bijna onmogelijk. Want ook ons geloof zegt, er is geen persoon op deze wereld die geen fouten zal maken. Klopt. Maar de beste onder ons zijn degenen die berouw tonen. Juist. Ik ben niet heilig, hè? Daar niet van. Hè? Maar ik probeer zo min mogelijk fouten te maken. En als ik ze maak, probeer ik ze met niemand te delen. Dus dat. Maar aangezien dat wat er aan fouten begaat op straat zo luidruchtig is en wij er allemaal zo dusdanig last van hebben, moeten we het toch een beetje bespreekbaar maken. Want dit is ook een van de redenen waarom we deze podcast in leven hebben gebracht, om met elkaar te verbinden. Dus welke positieve bijdrage zouden wij kunnen leveren aan de jongeren op straat die veel te jong zijn om een gevangenisstraf te krijgen van 30 jaar of levenslang en dan gewoon op leeftijd van 22, 23 jaar? Hè? Geld. Dat is de mensen denken dat geld de oplossing is. Ja. Maar mensen met geld maken ook nog gewoon fouten. Hè? Dus, dat. Dus geld gaat het. Je denkt dat het een oplossing is, maar het is gewoon een hulpmiddel. En het helpt je niet eens altijd. Want hoeveel rijken zijn er wel niet verslaafd of plegen zelfmoord? Of ik las gisteren dat een multimiljonair, een eigenaar van hoeveel hotels, een hartstilstand heeft gekregen terwijl hij in een nachtclub was. Wauw. Wat doe je dan met de rest van je geld? Gaan anderen van genieten? Ja, dus niet dat. Jij meer, maar dan heb je ook mensen die zeggen van, ik wil liever in een feestje doodgaan, weet je, aan de ecstasy. Dan heb ik gewoon genoten met mijn maten. Dan alleen achter? In huis. Stel, je hebt kinderen. Moeten hun dan de dupe zijn van het feit dat jij graag wilde genieten? Ja, maar ik merk dat tegenwoordig mensen daar niet zo veel aan onder invloed zijn. Onder invloed van verkeerde vrienden, onder invloed van drugs, onder invloed van... Het maakt niet uit, onder invloed is erg. Hè? Zelfs ons geloof zegt... Sorry dat ik het geloof erbij betrek, maar... Nee, is geen probleem. Laat ribona salatu en toma saikirun. Dat betekent, ga niet in het gebed als je onder invloed bent van. Heel veel mensen denken dat het betekent dat je als je dronken bent, maar onder invloed van. Als iemand een gokker is, hè, ik ga je een voorbeeld geven. Als iemand aan het gokken is, hè,
ik denk dat hij nog verder van de wereld is dan iemand die dronken is. Ja, waarom zeg je dat? Met een alcoholist kan je praten, met een gokker kan je echt niet praten. Maar de meest favoriete mistress van Shaitaan is iemand die dronken in slaap valt, bro. Hij slaapt naast je. Dus gokken is weer een andere soort richting. Maar als we gaan praten over bedwelmen, over bedwelmd zijn, met een ecstasy waar je het over had, of jointjes roken, of coke snuiven, of whatever, ploffies roken, whatever wat je wilt gaan doen, dat zijn die dingen waardoor je bedwelmd raakt. En dan tast het je intelligentie en je capaciteit aan om helder na te kunnen denken en om jezelf te beschermen en weerhouden van dat wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Vooral tegenwoordig is de hype ballonnen. Ah, Melissa, jij komt uit Rotterdam. Hoogvliet. Yes. Heb je een beetje iets meegekregen van het ballonnencultuur? Ik kom eigenlijk nergens waar de ballonnen zijn. ik word meestal niet uitgenodigd op zulke feesten. Nee. Vind je dat erg? Nee, helemaal niet. Want ik zou me heel onconfie voelen als ik gewoon daar zou zijn. Ja. En ik vind het eigenlijk respectvol. Want mensen die kijken van naar mij. Oh, ze is zo'n type. Nou, laat me haar dan alleen uitnodigen als we gaan uiteten. Juist. Dus voor de nette dingen nodigen ze jou uit. En willen ze lab doen eigenlijk. Dan niks van nou, je weet toch, we weten wie ze is. Is eigenlijk complimenteus. Ja, ik heb al een keer iemand gehad die zei van, nou, mag ik even iets zeggen? Ik heb een feestje en eigenlijk wil ik dat je wel komt. Maar er zijn mensen die blowen en we gaan dit doen en we gaan dat doen. Hoe vind je dat? Dat je dit al aan mij moet vragen. Waarom vraag je dit? Hij zei, ja, omdat je niet echt past bij de rest. Zeg ik, amen! Ja, amen! Ja toch, dat is dat. Waarom niet? Ik zou me niet echt op mijn gemakje voelen. Als heb je, mensen heb je niet... nooit iets gebruikt? Nee. Echt even een applaus. In de building! Ben je een moeder? Nee. Hij kijkt wel met de ogen van huwelijks. Nee. Zo bedoel ik het niet. Ik weet het, ik ben aan het testen, je zei net dat je 32 bent. Ja. Wat is jouw manier van uitlating? Hoe zeg je dat? Wat? Haar ontladen, manier van? Kijk, uitgaan of dat soort dingen. Wat is jouw manier van ontspanning? Wat doe je in je vrije tijd? Oké, ik zal zo op die vraag antwoord geven, maar eerst op die eerste ding. Ja. Want we gaan denk ik in een verslaving terechtkomen als we voelen van dat we niet helemaal volmaakt zijn van binnen. We voelen een leegte en dan ga je in iets om die shit te doven of te... Op te fleuren. Ja, weet je, je wilt niet die stem horen van, oh, ik ben eigenlijk een kutkind en ik heb geen liefde gehad van mijn ouders. En dan ga je dat, weet je, vervullen door bepaalde dingen shit te doen. En wij zeggen nefs. Het slechtste in jou. Wat is jouw afkomst? Libanees, Hindoestaans, Surinaams. Libanees. En wat is jouw afkomst? Ik wist niet dat hij dat. Ik ben gewoon Nederlander. Nee, ik ben. Neder-Marokkaan. Ja toch, gruwelijk man. Oké, maar op die tweede van, wat doe je dan? Ik denk heel erg in gebed. Als ik mijn shit voel, bid ik. En tegenwoordig, als je zegt bidden, mensen, vooral atheïsten, die gaan gelijk aan een secte denken. Maar als je zegt, ik mediteer, nou, zo, dat is nice. Yoga. En zo, met mediteren, dan krijg je, word je gelijk een celeb of zo. Maar ik zeg gewoon eigenlijk bid. Maar als ik stand-up doe en ik kijk naar mijn publiek, dan gooi ik soms mediteer, maar ik bedoel hetzelfde. Maar ik wil gewoon, die oog wordt, of die oorsel wordt soms doof als je het woord bidden gebruikt. Dat is wijsheid. En die brein gaat ook dicht. Van, nee. Misschien ben ik ook ouderwets, maar ik zou niet aan een ballon durven te slurpen. Echt niet. Echt niet. Ik ook niet. Goud. Ik ook niet, man. Ik zie zoveel mensen om me heen het gebruiken en zonder enkele angst of wat dan ook. En echt, ik zou het niet durven... Ik zou het ook niet durven. Nee, nooit, man. En waar gaat die lucht naartoe in mijn buik? Ik heb al een hersenen, volle buik. Hersenen. Ik moet al vechten om die sixpack weer terug te krijgen. Die van mij schaamt zich, man. Mijn sixpack schaamt zich. Hij laat het gewoon geen goud zien. Maar als je gaat bevallen, krijg je toch ook... In Amerika geven ze die gas, toch? Is dat die... Helium. Is dat het? Als je gaat bevallen? Wij zijn al 4 keer bevallen, toch? Wij weten dat. Is dat zo? Nee, maar niet in Nederland. Ik weet. Ik zou niet weten. Je kan toch niet high zijn bij het bevallen? Nee, dat dit het zo die pijn verdoogt dat je die shit moet... Dus dan komt die baby stoned uit?
Dan moet je helemaal hard persen, want dan gaat hij meewerken. Want hij is gewoon, ik blijf gewoon rustig chillen. Nee, wacht even. Is dat volgens de Hindoestaanse, volgens de Surinaamse, volgens de Libanese? Ik heb het ergens gehoord. In de building! Ik zit te zoeken, ik weet het niet. Ik heb het ergens gehoord, maar... Gruwelijk. Ja. Mimoen, ik zag iets voorbij komen. Mag ik wat te drinken? Nee, je mag helemaal niks aan. Je moet wachten. We zijn toch tata's? Nee, tuurlijk, man. We gaan eerst wat drinken. Je hebt groot gelijk. Ik heb al. Maar ladies first. Wat wil je? Ik heb een lekker theetje. Hou op, man. We hebben ananasstroop, we hebben colastroop en we hebben orchade met melk. Wat is het lekkerst? Bro, ik neem altijd orchade met melk. Ik heb nog nooit gehad. Bismillah. Je gaat het echt doen. Wat ga jij nemen? Was die gele? Ananasstroop. En die rode? Cola-stroop. Cola-stroop. Okay. Is je Engels sterk? Ja, maar Engels is amazing. Is het ananas of ananas? Pineapple. Weejo. Weejo. Je moet het proberen toch? Steek er één in. Wauw. Zo. Proost. Heb jij vroeger getennist? Nee, man, bro. Waarom? Je ziet toch mijn armpjes aan die zaak? Nou, het een goede service. Oh. Hey, deze man, joh, jij bent. Kijk, daarom hou ik graag een dikke wow. Man, bro. Oei. Ja, zo, dit is echt lekker. Net schaafijsje. Ja? Yummy. Yes. Ja, bro, met amandelen. Ja, en? Is even wennen. Eerlijk. Is even wennen. Wat is het eerste wat je voelt? Vind je het lekker of... Als eerste reactie? Of van dit? Ja. Vind je het lekker of niet? Hebben jullie nog meer glazen? Nee, je mag iets anders hebben. Als je het niet lekker vindt. Nee, het is lekker. Want je loopt heel bescheiden. Nee, ik ben echt heel serieus. Heel bescheiden loop ik te drinken. Ik drink de melk. Zoals zeg ik, kijk de kat uit de boom. Nee, het is echt lekker. Ik moest eventjes... Je moest even wennen, hè? Die prikkels moesten even tot je komen. Kijk, je doet zoals... Bro. Ik denk ook je hersenen denken dat je gewoon melk drinkt en het is dan super zoet. Hoezo denk je dat ik hersenen heb? Ja, ik ga altijd uit van het positieve. Oei. Luister dan, we gaan eventjes terug naar die man. Hij heeft een paar afleveringen gedaan, genaamd Atlas. Die man? Welke man? Nee, jij? Hij heeft een paar afleveringen gedaan via de AVRO of de TROS of zo. Atlas, en dan gingen ze dan met een groepie gingen ze zeg maar door Marokko. Weet je, met een paar Nederlanders. En dan weet je, gewoon even reizen en van alles over van alles praten. Door een paar mensen zag ik van, had je je been gebroken? Ik heb mijn been niet gebroken. Wat was er gebeurd, bro? Ik rende een... Ik moest degene die het snelst boven kwam, ja? Die had zeg maar gewonnen. Ja. En er was gewoon een pad. En Mimoen wil altijd natuurlijk... slimmer dan Einstein zijn. Dus ik probeerde via een ander pad te gaan. En toen verstapte ik me en kreeg ik een zweepslag. Ik weet niet of je weet wat dat is. Nee. Dus mijn spier ging een soort hamstring knakte, zweepslag. Kon niet meer lopen. En iedereen wilde dat ik ging opgeven. Nee, tuurlijk niet. Maar weet je wat ik zo grappig vond? Het grappige ervan wat ik vond, is ik herkende iets in mezelf. Is dat soms wanneer wij teruggaan naar onze roots, dan zie je eigenlijk... In vergelijking met die mensen die daar wonen, dat we fysiek soms een beetje ontgroeid zijn van daar waar we vandaan komen. Ja, maar weet je... Want bro, want kijk, maar die mensen daar in Atlasgebergen, die rennen de hele tijd heen en weer. Die hebben nergens last van. Maar wij komen met onze sexy manier van lopen en leven, komen we daar. Nee, maar als ik de normale weg zou nemen, zou het mij ook gelukt zijn zonder een zweepslag. Het gaat om de abnormale weg. Om mijn hoofd denkt altijd... Hoe kan ik het anders doen dan anderen? Ja, terwijl ja. Eigenlijk, als je gewoon gaat kijken... Ik weet dat je heel erg met het geloof bent. Hè? Ja, ja. Onze profeet, vrede zij met hem, heeft altijd gezegd... Als er twee mogelijkheden zijn, kies altijd voor de makkelijkste. Ja, ja, maar ja. Helaas, bij mij, ik denk altijd... Altijd moeilijk, hoe ga ik het stellen. Was het een wedstrijd? Ja, ja, het was een soort... Oh, maar dan worden Arab sowieso helemaal para. Ja, ik ga winnen! Nee, maar ik dacht niet dat ik zou winnen. Oh, je wist het. Nee, dat wist ik ook niet. Oh. Maar ja, dat zeiden ze, oh ja, je gaat natuurlijk winnen, omdat het in Marokko is, alsof ik elke dag in de Atlas rondloop. Ik ben geboren in Amsterdam-Oost, man. Bro, toen ik in Suriname was, ik meen in 2005. Dat is al een tijdje geleden. Was dat je eerste keer? Nou, mijn eerste keer weer nadat ik daar weg was gegaan. Je bent geboren in... Nee, geboren in Amsterdam-Zuid. Ik was nog geen eens een half jaar. En toen ging ik naar Suriname, toen ging ik daar wonen. En vervolgens voor ik twee op jezelf? nee, met mijn ouders. En vervolgens voor ik 2 jaar werd, kwam ik terug. En toen ben ik niet meer teruggegaan tot het jaar 2005.
Dus eigenlijk was het nieuw voor je, want tot aan je tweede weet je niks. Terwijl daarvoor, ik ben wel nog naar Afrika gegaan. Dus toen ik naar Suriname ging, voelde Suriname als een verliggende schiereiland voor mij, van Afrika. Voelde niet als mijn huis. Afrika voelde voor mij als mijn thuis. Waar in Afrika was je? Ik ben in Senegal ben ik geweest, natuurlijk in Maghreb ben ik geweest. Dus dat heeft mij meer het gevoel gegeven van dat ik daar meer thuis hoor. Maar mijn punt is dat toen ik zeg maar in Suriname was... Wist je dat ik dacht dat je Marokkaans was? Ja, tuurlijk, man, bro. I swear to God. Kan toch niet, man, ik bro. Heb je niet gegoogeld of wat dan ook. Ik weet wie je bent. Maar ja, ja. Allah en Allah. Maar moet je opletten dat nee, altijd die, dat mix, die mix van half Nederlands, half Marokkaans... Of half Nederlands, half Surinaams, wordt altijd een mokrotje. Tenminste, de uiterlijk. Surinaams, Nederlands. Altijd. Ja? Ja, ja, dat zie je altijd. Ik weet niet, ik weet niet, man. Ik weet niet, ik weet niet. Jullie gaan nu over heel iets anders praten. Oh, ja. Waar okay. Ik het zeg maar ik ben ook in Suriname. Wegwezen. Ik niet. Check ik dan. Ben nog nooit. Huh? Hier, gewoon metro. 51 naar Belgrado. In de building! Hey, dan nou, Fatou Simaji. Shit! Ik heb geen eens geen zin meer om af te maken waar ik mee bezig was. Joh. We gaan gewoon de hele kant op. Get out of here, man. Get out of here, man. Ik ga zwijgen, ik beloof. Nee, tuurlijk niet, maar we moeten gewoon van toe breken, man. Maar mijn punt was is dat soms als we teruggaan naar onze roots, dan verwarren we onszelf even met het gemak waarmee de bevolking zeg maar, zich voortbeweegt. Want toen ik bijvoorbeeld in Suriname was, zag ik een man, die was 73 jaar. Je zou zweren dat hij misschien ergens in eind 30 was. En hij had een soort van stok, een soort iets. En hij had alleen maar vis, wat hij uit de rivier zo trok. Zo, zoep, bam. En hij was gewoon zo dun, maar hij had spieren op plekken waarvan je niet eens wist dat daar een spier kon ontstaan en ontwikkelen. Zo, bam. En hij liep gewoon zo. Wat is dat beroep? Bro, ik weet niet eens wat het was, maar dit zijn gewoon mensen die mensen hun dagelijkse bezigheden, zeg maar, om in het binnenland, ja. Je weet toch, vis te halen, even hout, even tjapam, tjapam, weet je, koken, weet je, de rivier, even dit doen, even jagen, even dit. En wij zijn te sexy voor dat, man. We kunnen niet handelen, man. Als we te lang op onze blote voeten gaan lopen, krijgen we wel pijn, man. Maar wist je dat dat heel goed is? Om op je blote voeten te lopen? Tuurlijk, bro. Dus zijn we geaard. Mag ik even inbreken? Je hebt het over Atlas, hè? Ja. Je weet dat ik daar viel, hè? En we moesten nog een tocht van 6 uurtjes doen. Wow. En er was een man met ons. En die man was speciaal ingehuurd. Hij was uit het leger. En die was ingehuurd om ons te ondersteunen. Hij stond bij iedereen, behalve bij mij. En ik denk, hé, maar ik ben de enige die eigenlijk hulp nodig heeft. Hij ging gewoon vanuit dat jij wist wat je deed. Kwam hij aan het einde van de dag naar me toe, zei hij, ja, zal je misschien wel afvragen waarom ik niet naar jou toe kwam. Hij zegt van, je hebt misschien wel hier pijn, maar ik denk dat jij hier het sterkste van iedereen bent. Daarom was ik bij mensen die hier zwakker zijn dan jij. Toch voelde dat op dat moment oneerlijk. Want ik heb met een, je lacht, maar ik... Nee. Wauw, maar dit is toch een compliment? Ja, nee, maar op dat moment zag ik het niet als compliment. Op dat moment wilde ik gewoon dat hij naast mij stond, want ik had pijn. Wat gaat hij doen dan? Gaat hij gewoon... Maakt niet uit. Dat zit denk ik in je hoofd, dat als iemand naast je staat, dat je aandacht krijgt, dat er... ik weet niet hoe ik het eens moet uitleggen. Ja. Hoe heb je gereageerd toen hij dat zei dan? Het schiet me net te binnen dat hij dat weer heeft gezegd. Maar hoe reageer je op dat moment? Op dat moment denk ik, oké, het zal wel zo zijn als je dat zegt. Maar ik vond het gewoon... Het was een uitnodiging voor jouzelf, in jouzelf, om dingen anders te bekijken dan dat je dat normaal gesproken zou hebben gedaan. Misschien wel, hè. Wisdom. Misschien wel, hè. Ja, toch. Melissa. Yes. Voordat jij, zeg maar, in de kamer die ging, in die wereld, wil jij ons alsjeblieft eventjes vertellen naar het begin waarbij jij voor jezelf hebt besloten van, hé, dit wil ik gaan doen, man. Take us back, take us back, take us back, take us back. Melissa, take us back. Nou, toen ik klaar was met school, toen wilde ik acteeropleiding doen. Maar als een Surinaamse moeder en Libanese vader was dat niet echt gestimuleerd. Mm-hmm. Dus toen ging ik maar de zorg doen, hè. Welk jaar? Hoe oud was je toen? Bedoel ik? Toen ik 16 was. 16. Dus zorgopleiding, werk en leren gedaan. sindsdien in de zorg gewerkt. Toen dacht ik, ja, weet je, ik wil toch wel gewoon acteren. Dus ik heb cursussen gedaan, ook Ivana Tjubuk. Dat is een hele goede acteercoach. Mm-hmm. En toch nog wel wat rolletjes gehad. Mm-hmm. Maar ik merkte... Je bent heel vaak in een afhankelijke positie van... Oh, ik hoop dat die casting director mij ziet. Oh, ik hoop... En ik was daar zo moe van. Dus toen dacht ik... Ik ga stand-up comedy doen. Je hebt je tekst. Je kan alles doen wat je wilt. Je kan je hart luchten.
Je kan je issues vertellen over wat je meemaakt in de kerk, waar je niet mee eens bent. Wauw. En toen zei die ouders, dat is wel goed. Nee, toen was ik niet meer, ik woonde niet meer in huis, dus ik ging gewoon mijn ding doen. Juist. Toen ging ik mijn eerste stand-up optreden doen. Wat was je toen? Als een echte Libanees dacht ik, ik ga gelijk meedoen met een wedstrijd. Ik was toen 21. Ah. Maar gelijk wedstrijd, hè. En ik had niet iets voorbereid, want ik dacht, die mensen freestylen gewoon. Dus ik ging gewoon iets freestylen. Maar ik had wel een zak meegenomen met pruiken, want ik dacht, als ik niks weet, kan ik altijd een pruik pakken om een personage te fixen. Ja, ja, ja. Hey, ook al domme grappen gemaakt. Zo dom. Doen we er eens een. Welke deed je die dom was, volgens jou? Let's go! Het kwam één ding in mijn hersen, kwam, ik ga mijn collega's nadoen. Nou, dus ik dacht... Wat als je werkloos was geweest? Ik werk... Dus ik werkte in de zorg en ik dacht, ik ga mijn collega's nadoen. En ik vond de gesprekken in de zorg dat het soms zo boring is. Mm-hmm. Dus ik zei van, weet je, de gesprekken op werk klinkten als geluiden van een aap. Hoe ze praten. Dus ik ging helemaal los op stage. Die aap en van, heb je een nieuwe aap? Dus ik ging helemaal los. Niemand moest lachen. Ik snapte die grap zelf ook niet, maar ik ging gewoon helemaal de stage gebruiken van die ene kant naar die andere kant. Helemaal monkey business. Welke kant was dat? De dus Surinaamse kant, in de Staatse of de Libanese kant? Een mix van beide. In de building! En toch besloot je door te gaan. Die vrouw zei stop. Melissa, stop. Maar ik luisterde niet, want ik hoorde haar niet. Ik was zo in mijn ding. Ik dacht, dit is leuk. En ze zei nog een keer, stop maar, Melissa. Maar eigenlijk gewoon je frustraties kwamen gewoon ten uiting daar, volgens mij. Toen zei ze, Melissa, ja, stop maar, want wij snappen je grappen niet. Wow. Toen zei ik, maar ik was doorzetten. Hé, hey, ik heb nog een tas met pruiken. Zei ze, laat de pruiken voor wat het is en ga van het podium af. Nee. Wie was dat? Een jury. Ja, maar wie? Ik weet niet, ze was Nederland. En er was één Surinaamse man en ik zag echt aan zijn gezicht van... Je weet toch, als je aan iemand zijn gezicht ziet... Ik had van, je het zo gegund. Ja, van, my girl, that was bad. That was bad. Maar ja, maar aan de andere kant, ik heb het nog nooit gedurfd. Terwijl ik al heel lang wel op... Daarom vroeg ik, hoe oud was je? Hoe oud wat deed je? Juist. Ik heb heel vaak gehoord, Miem, ga ook stand-up comedy doen. Maar ik heb gewoon het lef er niet voor om daar te gaan staan en gek te doen. Want ik denk, als ik een grap ga vertellen en niemand lacht... Dus wat jij tot nu toe altijd meemaakt... Nee. Dus, nee, wat jij die dag meemaakte... Ik denk dat ik 1000 doden sterf. Ja. Ik denk dat echt. Dus wat heeft jou getriggerd om toch door te gaan? Ja, precies. Die pruiken. Die pruiken. Als zij die pruiken had gekozen, was ik zeker door. Want ik had personages met die dingen. Ja. Je bent ook door. Toch niet met Kim, hè? Misschien Kim Holland ding, hè? Misschien nee, is dat wat daar gebeurde. Even nu shout serieus. Out to Kim Holland en Mark Love in the building. Even serieus. Melissa, toch? Ja. Melissa, even serieus. Ik denk... Als je bent nu beroeps stand-upper, toch? Nee, ik werk gewoon in de zorg. Nog steeds in de zorg. Okay. Maar ik doe het er wel bij. Maar je doet er wel bij. Je krijgt gewoon, je hebt betaalde klusjes, toch ook? Oh nee, maar bedankt voor de positiviteit. Maakt niet. Maar datgene wat daar gebeurd is, ja. Heeft er wel voor gezorgd dat je doorgegaan bent. Juist. Ja, en als zeker. Je daar te veel complimenten krijgt, je weet wat ze zeggen. Als je een ezel veel aandacht geeft, gaat hij denken dat hij een paard is. Ja, maar ik denk ook gewoon, op een gegeven moment moet je niet gaan flowen op mensen de complimenten of op mensen de terechtwijzing. Op een gegeven moment moet je flowen op de kracht die we hebben gekregen van de Almachtige. Weet je, er is een power in je. Juist. En je voelt soms dat je een gift hebt die je kan sharen. Juist. En ik voel dat ding nog steeds zo sterk, maar ik moet nog meer gewoon je doen. Je draait kilometers een beetje maken. Ja, kilometers maken. Kilometertjes maken. Ja. Zeker. Want misschien ken jij er tip. Je hebt in de muziek gezeten. Hoe zat het bij jou? Misschien kun je er nu een tip geven wat ze moet doen. Nee. Want jij bent de acteur hier. Dus Mimoun, voordat je het op mij denkt te gaan schrijven, schrijf of het even lekker terug. Anders kom je een keer mee, open mic pakken. Kom een keer mee. Welke dag? Oh shit, die dag ken ik. Oh, this is not in the building. Ga je echt binnenkort in de Toemler spelen? Ja, maar dat mag ik niet zeggen. Welke datum? Dit wordt pas uitgezonden de dag erna. Oh, ja. De dag erna. Ze trapt er gewoon. Oké. Nee, een torietje. Ik mocht niet zeggen. Oké. Maar heb je daar een open mic? Of ja, een open mic, maar stond duidelijk bij je mag... Ja, ik weet ook niet waarom. Waarom? Ja, maar tegen ons is het geen probleem. Ja. Wij twitteren het straks alleen.
Heb je nu grappen of neem je weer een tas met pruiken mee? Ik neem hem altijd mee. Ik neem hem wel altijd mee. Nee, ik heb wel... Maar waarom, welk heb je nu op? Hey, deze man heeft gooit alleen maar punchlines op je. Hey, Mimo, we gaan tag teamen op je. We gaan punchlines op je gooien. Maak je niet druk. Welke ga je doen? Heb je iets leuks bedacht? Nee, ik ben nog niet echt helemaal over uit. Het is geen auditie, toch? Nee. Nee, het is gewoon een stand-up. Wist je dat als je... Ja, maar bij Toomler kan je ook soms auditie doen om een vaste komiek te worden. Wist je dat? Hij gaat weer met iets komen. I swear to God. Oké, is echt dan waar? Dan word je gewoon gevraagd, dan krijg je auditie doen en dan word je een vaste huiskomiek. Daarom vraag ik je, hoe ver ben je al in je carrière? Ah, hij doet een deurtje open. Nou, ik zou het liefst bij Club Haug, dat is in Rotterdam, een comedyclub. En dat is echt dicht bij mij, snap je? Dus anders moet ik de hele tijd naar Amsterdam gaan. Je zegt net dat je kilometers wil maken. Ja. Ja. Op het podium. How bad do you want it? Nee, even serieus. Ja, nee. Maar kijk, het is niet zo. Ik ken Club Haug niet, maar ik ken Toomler wel vaak geweest. En ik denk als je in Toomler kan komen, dat je met zes handen moet... Ik wil je even hier onderbreken. En ik wil je even wat meegeven. En ik wil iedereen die kijkt ook wat meegeven nu. Dit is een heel belangrijk moment eigenlijk, weet je. Zonder dat we het misschien doorhebben. Waarom? Hij eigenlijk in principe gaat jou nu aanspreken over je bereidwilligheid voor jou om te bereiken wat jij aangeeft wat je wil bereiken. Vroeger, toen al deze social media er nog niet was, had je één keer in het jaar had je in New York de music seminars. En wij die een doorbraak waren maken internationaal als rappers in die tijd, gingen ons geld sparen, probeerden ons in te schrijven om in New York op te treden, om gezien te worden door mensen zoals Russell Simmons, die toen al Def Jam had, en al die grote record companies, die waren daar. Maar je was echt aan het competen tegen de grootste die daarna de grootste zijn geworden. Dus wij waren wel bereidwillig om dat geld te betalen om daar te komen, wat we niet kregen van onze ouders, waarvoor we moesten werken bij het uitzendbureau. Lullige baantjes bij fabrieken, alleen maar om die guldens bij elkaar te schrapen, guldentijd nog. En de kilometers die wij moesten maken om met de trein naar de andere kant van het land te gaan, om daar naar een studio te gaan, die nu tegenwoordig gewoon in je laptop zit, gewoon thuis. Je weet toch, we maakten die kilometers. En vaak ook glipten wij. Onze ouders kregen kapot veel boetes van al die keren dat wij als generatie gingen glippen om alleen maar onze droom na te jagen. Dus wij waren wel bereid om alles te doen om te bereiken waarvoor we stonden. En dat is wel echt iets waar we allemaal nog steeds heel volhartig in moeten gaan blijven staan. Dat als we iets willen en we geloven erin, ga er 100.000% voor. En je weet toch, keihard, ga gewoon hard. En al lukt het niet, hè? Het lukt nog steeds. Ja. Nee, maar ik bedoel, al lukt het niet. Zal je voor de rest van je leven misschien aan jouw kinderen of aan je beste vrienden dezelfde les mee kunnen geven? Kijk, Juist. Hij vertelt nu wat hij toen heeft meegemaakt. Ik zeg eerlijk, ik heb er het lef niet voor om op het podium te staan en comedy te gaan doen. Terwijl ik denk dat als ik het lef had, dat ik misschien wel... Maar waarom niet? Je acteert toch al? Dus het is voor mij is een persoonlijk iets. Ik denk dat ik... Ik denk ook... Ik kan heel slecht, denk ik, tegen niet-lachers. Dat is ook echt wel pittig. Maar ik denk op podium met stand-up comedy, je hebt zoveel, tenminste als je goed wil worden, en je hebt zelfreflectie, je kan zo snel groeien. Omdat op podium, je bent gewoon, je hart is gewoon open. En je ziet je alles, of alles klopt, weet je. Zegt je ogen hetzelfde, zegt je lichaamstaal hetzelfde. Ik heb het twee keer gedaan, hè, Comedy Café. Oh, oké. Okay. Dus, en toen dacht ik bij mezelf van... Op Leidse? Ja, op Leidse. Dat nu bestaat niet. Nu is het op... Bij achter Centraal Station, hè? Juist. Maar ik heb het op Leids gedaan met Jeffrey en Anwar. Ken je Jeffrey Spalberg? Ja, tuurlijk. Wauw. Ja, amazing. Ja. Vind je hun goed? Ja. Dan moet je mij horen. Zijn goede grappenmakers en ook goede vrienden. Je mag werken aan je nederigheid. Nee, maar we kijken jokes hier. Wat is nee? Maar even nog op dat ding terug te komen van wat je zei. Kijk, ik geloof Toomler is een goede club, maar is het the only way to go there? Nee, natuurlijk niet. En, nee, sowieso, je moet je shit proberen, je moet gaan. Maar ik geloof niet dat het daar, als je daar wordt aangenomen of niet,
De grootste cabaretiers van Nederland spelen daar. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. En ja, als zij je zien, kunnen ze je misschien ergens anders voordragen enzovoort. Ik vind het een hele mooie gunfactor wat hij jou uitreikt, man. Echt waar, serieus. Ja, want het is gewoon een deur open. Nee, dat is voor jezelf. Ik bedoel, als je in de Toemler kan spelen, ik ken Club Haug, ken ik niet. Misschien is het wel de grootste buiten na Toemler, maar ik ken het niet. Juist. En dat zegt meer over mij dan over Club Haug. Maar ik denk ook omdat ik in Toemler ben geweest en ik voelde me niet echt heel welkom. Maar misschien omdat ik ook gewoon niemand kende. Juist. En dan ben ik in Haug, weet je, mensen komen met je praten. Dus dat ik al ga, is voor mij al een beetje spannend, snap je? Dus ik vind het ook belangrijk, want als je goed wil doen in stand-up, je kan het niet faken op podium. Dus als ik me verdrietig voel en ik ga dan, weet je, het pushen. Dan speel je dan speel je, je verdrietige. Maar heb ik nu een vraag. Ben je dan gewoon niet in staat om een rol goed te spelen? Omdat die te veel afhankelijk is van externe factoren? Of is ook, het iets anders? Bij mij is dat ook. Maar, bij mij is sfeer ook wel heel belangrijk. Maar zou het niet zo moeten zijn? Het maakt niet uit waar je gaat. Eigenlijk wel. Jij moet die sfeer brengen. Doeng, 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 doeng. Ja. In de building! Dat is toch ook met ik hoorde de rap een paar dagen geleden hoorde ik iets. Dit is over mooie, wat ja, jij nu zegt. Hè? Dat hoorde ik iets. Ik ben echt niet van de merkkleding en dat soort dingen. En toen zei iemand tegen mij, laat me raden. Je bent zelf zeker het merk. Dacht ik van, dat is een hele mooie. Het maakt eigenlijk in principe niet uit waar je staat. Als je hoe zeg je dat? Je line-up, of hoe zeg je dat? Ja, als je een rol moet spelen. Nee, je line-up? Nee, je materiaal. Als je materiaal goed is, juist, word je gehoord. Juist. Echt waar. Ja, man. Ja, yeah. I love it. Ik denk dat we allemaal, daarom hou ik van deze podcast zelf gewoon, weet je. Omdat de podcast staat echt, weet je, in het teken van verbinden. En dit is toch een mooie verbinding, man. Het is toch een mooie informatieve kennisoverdracht. Ja, maar ook confronteren. Want je moet ook soms geconfronteerd worden met je eigen gedrag. En juist, inderdaad, als ik steeds wegloop van die nieuwe plekken, waar ik denk... Ja. Nee, dat is een tik van mij. Sorry, ga maar. Nee, precies. Nee, ja, dan weet dus je dat je jezelf eigenlijk moet oppeppen om toch te doen. Ik ga je wat vertellen. Ik heb in heel veel films gezeten, heel veel series enzovoort. Maar elke keer als ik weer voor een nieuwe productie ergens gevraagd word, en ik kom daar voor de eerste keer aan, ik ben zenuwachtig, ik tril in de auto, de dag ervoor kan ik niet slapen. Ik denk, wat gaan ze van me vinden? Ik ben heel goed in mijn tekst leren, maar dan, ik ben gewoon weer terug naar 1732 voor Christus. En ik kan gewoon iedereen letterlijk kent dat. En dan probeer ik het. Ja, dan probeer ik het op met grapjes te maken, zodat ze maar niet op me gaan letten of wat dan ook. Oh, ik ben zo slecht daarin. In nieuwe dingen? Oh, niet normaal. Maar toch ga je die confrontatie niet uit de weg en ga je hem toch aan. Ja. Ik heb de afgelopen jaar, of half jaar, heb ik 5 grote rollen geweigerd. Mm-hmm. Wow. Ik heb meerdere podcast, interviews enzovoort geweigerd. Wow. Omdat ik bezig ben met andere dingen. Maar ik voel me wel vereerd dat je er bent, man. Ik heb jou een paar keer geskot en dat weet je zelf ook. Geskot is wat anders. Ik vind geskot. Ik vind geskot. Nee, is hij geskot? Jawel. Ik zeg gewoon. Volgende keer. Nooit. Is geskot. In de building! Zelfs 1 december zei ik, laten we maar 1 december doen. Ik wilde niet. Je probeert het elke keer nee te zeggen. Niet tof doen na hier in een podcast. Ik bedoel ermee eigenlijk mee. Ik wil nergens komen eigenlijk. Juist, dat is waar maar toch waar ben je op hier toch voor jou, hier. Omdat jij mij gisteren zo'n appje stuurde wat me raakte. En ik dacht bij mezelf, ik kom. Echt waar, ik zweer het. Dus Papi Chulo krijgt het toch altijd voor elkaar. 100% heb je het voor elkaar gekregen. Echt, want mijn gedachte was, ik kom niet. Nou, maar je zit er toch. 100% mede mogelijk Love. Gemaakt door Eurocard Mastercard. Hey, luister dan. Je weet zelf of je het helemaal niks, man. Ik ga niet eens er verder op in. Maar we spraken dus over het moeten presteren wanneer je moet presteren. En ik vind dat zo'n belangrijk aspect. Omdat dat vaak gaat bepalen of je verder kan doorgroeien of niet. Op het moment dat je stilstaat en je twijfelt, stilstand water gaat stinken, dat weten we allemaal. Dus we moeten echt blijven bewegen. En dat is echt iets wat ik mee wil geven, ook aan de jongeren en aan iedereen die kijkt. Al van onze leeftijd. Is er een houdbaarheid ook gewoon, nee, die voor is het ontwikkeling? Niet. Is het niet, want je blijft altijd ontwikkelen. Tot op je sterfbed. Dus sommige mensen die zeggen van, ik ben te oud, het gaat me toch niet meer lukken. Nooit niet, dat geloof ik niet. Is gewoon een excuus om het gewoon niet te doen. Of van, oh nee, ik ben te dik, dus ze gaan me toch niet nemen. Of, nee man, ik zie er niet uit, dus ze gaan me niet accepteren. Nee, maar man. Nu je dit ook zegt, ik heb pas weer het boek gelezen van Stephen Covey. En die heeft het over, soms ook dat ze een man die leert over The 7 Habits of High Effective People. Dus over hoe je
veel effect kan hebben in je leven, hoe je alles uit je leven kan halen. En hij heeft eigenlijk twee symbooltjes gegeven. En de ene is dat je een reproductief persoon bent en één is een productief persoon. En de andere die is altijd maar aan het klagen over de dingen die hij geen controle over heeft. Van, ja, maar daar mogen ze me niet. Ja, maar het weer. En de. Weet je, over dingen waar je geen controle hebt. En de andere focust zich over, ja, maar ik heb mijn set voorbereid. Ik heb, weet je, alles wat je wel kan doen. En eigenlijk die mensen met dit zijn veel gelukkiger, omdat ze... They are accountable for what they can do. Oké, maar dan heb ik nu een vraagje erover. Ja. Als jij bijvoorbeeld zegt van... Ja, ik weet niet of ze me daar gaan accepteren. Is dat je dan misschien gewoon rekening houdt met een eventuele teleurstelling... maar het toch gewoon doorzet? Of is die berekening ook meteen een vertraging in het daadwerkelijk ondernemen? Het is, je bent reactief, omdat je geeft de focus aan iets waar je geen controle over hebt. Gebruik je eigen woorden, niet die van koffie. Ja. Je bent niet gefocust op, dus je bent reproductief, dat bedoel ik mee te zeggen. Van, je bent gefocust op, omdat het een wijsheid is die hij deelt en eigenlijk zie ik het maar nu in hij? De praktijk. Stephen Covey is... Maar wie is hij? Ik ken hem niet, maar wie is hij? Moeten we alles maar aannemen wat hij zegt? Nee, je moet je eigen fouten maken. Nee, dan kijk, leer je. Je leert nooit van andermans fouten. Maar je kan toch... Lees jij geen boeken? Never. Je kan toch een boek lezen voor kennis? Ik heb zoveel boeken gekocht. Ik ken mijn huis. Van hoe krijg je succes? Hoe krijg je... Oh, ze zijn nog niet eens uitgepakt. Maar ik vind wel van... Kijk, bijvoorbeeld nu kom ik tot iets... weet je, tijdens dit gesprek. Van hey, van eigenlijk ben ik in dit niet actief bezig... om juist mijn talent te laten bloeien. En ik zie dat het... samengaat met een tekst wat ik heb gelezen en ik deel dat en je kraakt het af. Ja, vind ik het een beetje respectloos. Zeg ik eerlijk al. Ja, nee, je zegt van, ach, wat boeit het? Wie is die man? Als het voor mij een leerles is, dan is het toch iets moois wat ik wil delen. Mm-hmm. Ja, ik begrijp wel wat ze zegt. Ja, bro, het Surinaamse. Ik probeerde er juist op een andere manier ernaar te laten kijken. Safi, je zit de Arabier daar gemengd met Surinaams. Hemza, is hoofdpijn daar. Nee. Ze zegt, ik probeerde je eigenlijk mee te geven. Meneer Koffie is gewoon een schrijver. En ik denk dat er misschien nog 1000 van die anderen dezelfde schrijvers zijn... die het hebben gezegd, hoe zij het hebben gedaan. Maar ze kunnen niet per persoon individueel zeggen hoe ze het moeten doen. Het is gebaseerd op massa. Daarom zeg ik tegen je, probeer het op je eigen manier te doen. En niet op de manier waarop Koffie zegt, wie is hij? Omdat het voor hem heeft gewerkt, wil niet zeggen dat het voor mij werkt. Omdat het voor hem, hij gefaald is, wil niet zeggen dat ik faal. Ja. Dus op die manier probeer ik sowieso is niet het. Om je eigen, te sowieso is het je eigen casus die je zelf moet aanpakken. Maar ik denk dat er zoveel leerles is en wijsheid die we wel kunnen leren van elkaar. En die mensen ook in boeken door willen geven. En als we dat kunnen, die inzicht kunnen toepassen en op je eigen manier. Oké, als ik dan in de auto zit en ik ga daar naar een club waar ik denk van eigenlijk voel ik die sfeer niet. Maar dat ik toch denk van nee, ik heb mijn set voorbereid. I'm just gonna shine. Dat ik mijn focus geef op mijn kracht. In de plaats van de focus op waar je geen controle over hebt. Maar zou je dat ook hebben kunnen bedenken zonder dat meneer Koffie dat zei? Ja, als we hier zouden praten en ik zou nee, dat... Vergeet ons. Gewoon zelf. Van hey, luister, als ik me heb voorbereid. Het is net als je tentamen gaat doen. Als jij thuis goed leert. En je gaat het tentamen maken. Dan ga je toch gewoon slagen. Maar als je niet leert. Kan meneer Koffie wel 1000 dingen zeggen. Maar als je niet leert, ga je niet slagen. Ook al zegt hij dit, zo bedoelde ik het. Ik bedoelde het niet om je af te kraken. Ja, wacht even. Dat moet ik wel even duidelijk geven. Mimoen is never een dude die je gaat afkraken. Probeer het niet. Ik probeer het op een andere manier uit te leggen. Nee, hij maakt al 100.000 grapjes. Dus ga de grapjes niet interpreteren als ze aanvallen. Moet je niet doen. Ik snap het. Maar ik hoop ook dat je het snapt vanaf mijn kant. Van dat ik iets deel wat ik eigenlijk pas heb meegemaakt. Gelezen en wat ik dan zie van... dit heeft daarmee te maken. Dus dat deel ik. Maar ik snap wel wat je bedoelt van... Jij bent niet zo. Dus als je het hoort, dan gaat je oren misschien dicht. Net zoals ik zei over... Een voetballer. Ja. Voorbeeld. Op de training schiet hij misschien elke vrije trap erin. Elke penalty. Alles erop en eraan. Maar op het moment dat er een wedstrijd komt... kan hij voor open doel missen. Terwijl hij 1000 keer heeft geoefend, alles erop en eraan, kan je toch op het moment suprem falen. Waarom? Omdat je kan nooit elke situatie perfect nabootst. En dat bedoel ik eigenlijk met wie is meneer Koffie? Bedoel ik niet. Misschien is hij wel een top schrijver of wat dan ook. Ik bedoelde er eigenlijk alleen maar mee. Mensen kunnen het allemaal heel mooi vertellen. Juist. Als je het niet zelf doet, kan het er staan. Zelf autorijden. Een instructeur zeer...
Een instructeur zit naast je en toch kun je tegen een vangrail opbotsen. Je hebt je rijbewijs, alles erop en eraan. Het gaat erom, wat doe jij zelf? Niet wat lees je wat er staat, maar wat doe je zelf? Dat, ja. Dat denk ik persoonlijk. Dat meneer Koffie, ik weet niet wie het is, nogmaals. Hij is wel aardig, ja. Dat is wel echt iets wat ik zelf ook heb ondervonden. Niet te veel praten, doen. Yes. Ik voel me nu heel erg ongemakkelijk. Echt waar. Nee, omdat ik zag hoe ze hem opvatten, maar jij bedoelde het helemaal niet zo. Hé, hey, laten we hier geen shit hier maken, hier bij de doofpotten. Hé, toch? Ewa, Sami. We gaan niks zo ewa. Dit is nou echt typisch iets waarvoor ik altijd denk. Mm-hmm. Laat me gewoon dingen afzeggen, man. Misschien zeg ik iets verkeerds. Misschien vatten mensen dingen verkeerd op. Nee, maar bro, te veel issues. Jullie denken veel te veel namen. Maar moeten we dit dan eruit halen? Nee, hoeft niet. Mensen moeten gewoon ook kijken naar ons en gewoon leren. Neem het niet te serieus. We zijn comedians hier. We delen onze visie met de straat. En weet je, we just having fun, man. We gaan niet te serieus trekken aan dingen. Je weet toch? Zullen we even pauze houden dan? Want anders gaan we... Voor jou? Ja, weet ik veel. Als jullie... Ik heb geen... Ik heb niks. Bij mij is niks. Oké. Nou, dan gaan we door. Voel je oncomfy even? Wil je eventjes 2 minuten? Wil je even ja, ik weet nou niet of ik... Ja, ik weet niet. Jongens, we zijn weer terug. We gingen eventjes weg. Het was even een... We hebben even wat uitgesproken. En ondertussen gingen we even naar de wc. Even lekker. Nee, dat hoeft niet. Nee, maar misschien juist wel. Waarom? We zijn toch real, of ja. niet? Okay, ja, we zijn toch real, of niet? We zijn real. Ik heb iets gezegd tegen Melissa, waarvan Melissa dacht dat ik het aanvallend bedoelde. Terwijl ik het op een hele andere manier bedoelde. Ja, ik bedoelde eigenlijk alleen maar... 1000 mensen kunnen zeggen hoe je iets moet doen en toch kun je nog falen, want jij moet het doen, niet zij. Juist. En dat is de enige wat ik ooit in mijn leven tegen je zou willen zeggen, is probeer het altijd uit jezelf te halen, probeer het zelf te doen. Want iedereen voor je kan falen, jij kan slagen, of iedereen voor je kan slagen en jij kan falen. Ook al staat het op een boek hoe het gedaan moet worden. Ja. En dat is mijn allergrootste probleem, hè, dat ik direct ben en altijd zeg wat ik wil. Nee, maar dat waardeer ik juist, man. Ja, maar dat is wel de reden waarom ik denk dat ik bij mezelf, hey Mimoen, ga een keertje met een psycholoog praten, man. Bro, praat gewoon met mij, dan komen we er ook uit. Uurtje van maar kuurtje, ik denk... geen stress. Nee, maar even serieus. Nee, echt serieus. Ik ben serieus. Ik denk persoonlijk... Kom een keertje met mij praten. Echt waar. Is beter dan een psycholoog. Nee, serieus. We zijn broeders in de dien. Want ik ging ook een keer naar een psycholoog. Dat slaat ook nergens op. Je krijgt gewoon... ik moest dan foto's bekijken en ook cartoons. En dan zegt ze, wat is er mis met deze cartoon? Je ziet een huis met sneeuw en je ziet voetstappen naar het huis. Toen zei ik, nou, die man heeft het gewoon zo getekend. Er is niks mis mee. Zegt ze, er is iets mis met deze foto. Wat is er mis mee? Dus ze wil jou manipuleren om... Nee, ze wil dat jij zegt wat zij in haar hoofd heeft. Precies, dat wou ik net zeggen. Toen zei ik, er is niks. Je ziet toch voetstappen naar het huis? Je moet ook weer voetstappen van het huis. Ik, misschien is hij binnen, toch? Ja, misschien toch? Wil hij nooit meer naar buiten. Misschien is hij wel binnen overleden. Dus dat. Dus geen nee, man. Psycholoog. Maar, nee, maar de reden waarom ik... ik heb een keer met een psycholoog gesproken. Mm-hmm. 1 keer. En toen begon hij te huilen. Mm. En toen zei hij, ik voel je pijn. En toen dacht ik ga niet meer naar je terug, man. Nee, man. Echt waar, man. Ik wil een zwaar gewicht, man. Ik wil iemand die tegen mij zegt... Ja, misschien klink ik heel gek, maar ik wil dat iemand tegen mij zegt... en ook dan... Denk ik niet dat ik alles 100% klakkeloos aanneem. Hè? Juist. Aanneem. Want waarom? Ik probeer mijn hart te luchten. Je mag me adviseren, maar je gaat het niet voor mij doen. Juist. Ik moet het toch doen, wat je me ook maar adviseert. Juist. Ja. Ja, maar ik ga het doen. Ik ga met de psycholoog praten. Als host in ieder geval zag ik even dat het een klein beetje even... Je weet het verkeerd werd geïnterpreteerd, maar het was absoluut niet zo de bedoeling. Dus dat hebben we even opgehelderd. Misschien moet ik stoppen met te direct zijn, hè? Nee, maar ik denk iedereen leeft vanuit zijn eigen perspectief. Dus wat jij zegt komt vanuit jouw aard, vanuit jouw dinges. En wat ik zeg komt weer vanuit mij. Dus het is gewoon, dit is gewoon live, dit is gewoon wisdom. We kunnen elkaar bouwen.
Ja, man. En wat ik gewoon heel erg tof vind, aan het einde van de rit hebben we elkaar gewoon echt van een knuffel gewoon gegeven. Er is niks aan de hand. En we empoweren elkaar allemaal, man. En als we dat gewoon met onze gemeenschap zouden doen, bro, ik denk dat we heel veel problemen zouden kunnen voorkomen, man. Ik denk inderdaad, als je heel vaak worden mensen inderdaad verkeerd begrepen. Mm-hmm. En dat komt omdat je ook niet open staat voor echt personal attention. Juist, dit is wat anders dan Instagram, hè? Als we dan echt stoppen, we zijn echt even gestopt, even naar daar gelopen, even lekker gezeten, gekletst en ons hart gelucht. En toen zijn we weer doorgegaan en hopelijk als iets sterker dan we er voorheen waren. Juist. Ja, maar ik denk ook jouw intentie met wat je doet is liefde. Mijn intentie wat ik doe is liefde. En daardoor kunnen we alleen maar groeien. Maar als er iets van haat zou zijn, dan zouden we clinchen. Dus waarom zou het hemelsnaam? Nee, maar als je zegt van dat woordje haat is zo erg. Ja, het is zo erg. Maar dat is wel wat in de maatschappij gebeurt, waardoor groepen niet meer met elkaar samen. But it's a thin line between love and hate. Daarom zeg ik ook tegen je van, ik snap mensen niet die dan stemmen op iemand omdat hij iets zegt wat zij fantastisch vinden. Snap je? Mm-hmm. Ik geef voorbeeld Geert Wilders. Geert Wilders, willen jullie meer of minder Marokkanen? Minder, minder, minder. En dan gaan ze stemmen op Geert. Ja. Ik zeg je eerlijk, hè, Geert heeft hele mooie, goede punten waar ik ook op zou willen stemmen. Ja. Maar het is niet iemand waarvan ik denk, die brengt mensen bij elkaar. Nee. Die wil juist meer mensen uit elkaar halen. En dat is de reden waarom ik denk, hij is geen verbinder, maar een, hoe zeg je dat? Een verdeler. Een verdeler, ja. Ja. En daarom moeten mensen ook individueel op zoek gaan naar wat. Ik stem niet meer, hè. Mm-hmm. Misschien is dat wel heel dom, maar er is geen persoon die daar in de politiek zit die zegt wat ik wil horen. Juist. Ze zeggen wat zij willen dat ik geloof, maar dat is niet wat ik wil horen. Juist. Maar ja, dat ben ik. Man. Maar ik denk of iets voedt je je kracht en je liefde, of iets voedt je haat. En bij Geert, weet je, er is al oneenigheid. Weet je, mensen hebben al angst voor culturen en mokros. En hij voelt dat. En dan denk was dat het? Was dat het? Was je net bang voor de mokro? Nee, maar dat wordt wel gevoeld. Als heb niet het gevoel dat er angst is voor mokros. Nee. Ik weet wel dat er... kijk, misschien klink ik nu heel gek wat ik ga zeggen, maar Marokkanen zijn best wel hele aardige mensen. En ik denk misschien zijn wij Marokkaanse Nederlanders het best geïntegreerd van alle volkeren hier in Nederland. Van alle nationaliteiten. Wij hebben advocaten. Nou, jawel, dat is echt wel waar. Nee man, ik vind dat niet zo, man. Dat mag. Nee, maar leg uit waarom. We zijn vertegenwoordigd in bijna elke bevolkings... We hebben acteurs, we hebben comedians, we hebben rechters, we hebben advocaten, we hebben burgemeesters. Het maakt niet uit. Wij doen echt, integratie betekent gewoon echt, zeg maar, meedoen met de samenleving. Okay. We hebben bijna op elke vlak, op elk gebied, hebben we wel iets of iemand. Okay. Dan heb ik een vraag. Want ik wil niet een andere etnische groep uitsluiten, zeg maar. Die ook woonachtig is in Nederland en zijn haar steentje heeft bijgedragen aan... Maar dat doe ik ook niet. De mooie maatschappij die we dat de dag heb ik ook vandaag niet gedaan, kennen. Hè? Nee, maar ik zeg ook niet dat je dat doet, broer. Maar wanneer je als... deelnemer van de Umma, de gemeenschap, de dien, titels bekleed als politie, advocaat, rechter, burgemeester van een koevaarsysteem. Bro, dat is voor mij geen integratie, dat is voor mij wegstappen van jouw dien. Want geen enkele ayat, geen enkele niks niet, roept jou op om een regelgeving van een andere partij te omarmen en tegelijkertijd te blijven staan in die van jou. Maar aan de andere kant zijn we wel verplicht om ons... Verplicht? We zijn verplicht om ons aan de regels te houden van de plek waar we wonen. Ik denk dat dat een stukje politieke islam is vanuit Saoedi, die heel slecht onderbouwd is. Is dat onwaar? Het is onwaar. Zijn wij niet verplicht om ons aan de regels te houden van het land waar we wonen? Tuurlijk niet. Er is maar één godsdienst en die sharia die volg jij. En wanneer wij die volgen, lopen we niemand voor de voeten. Vallen we niemand lastig. Want alle moralen van niet stelen, niet doden, niet dit. Als we dat allemaal opvolgen. Jij toch, daarvoor hoef je eigenlijk niet eens moslim te zijn of christen te zijn. Moet je gewoon iemand zijn met goed gedrag. Die doet dat sowieso niet. Maar we kunnen geen rechten toekennen aan zaken die geen recht verdienen. We kunnen geen... Ja, we kunnen niet samen... Een vraagje, hè? Ja, ja. Hoe denk jij over belasting? Belasting is ook haram.
Nee, maar belasting betalen. Behalve dat het haram is. Vind jij dat wij verplicht zijn om het te betalen? Wij zouden het niet moeten betalen. Maar omdat wij, is ook een aya, we zitten in die maatschappij, gemanipuleerd, gedwongen. Je bent niet gedwongen om politieagent te worden, of om een rechter of advocaat te worden. Dat niet, maar dat is een keuze. Hè? Dat is een keuze, snap je? Maar die werkt niet, dat werkt af van waar wij voor staan. Maar als jij gedwongen bent, gedrukt wordt om te doen wat zij jou opleggen, maar je hart heeft er een afkeer van, dan word je kwijtgescholden. Maar als jij met je handen gaat wrijven, yes, en ik ga vandaag even lekker belasting betalen. Ha! Ja, maar nee, man, bro, zo werkt versie, niet. Ken je die ene vers? En het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl jullie weten dat het slecht voor jullie is. Ja, ja, ja. En het kan zijn dat jullie afkeer voor iets hebben, terwijl jullie weten dat het goed voor jullie is. Juist, maar dat heeft niet betrekking tot belasting. Niet tot belasting, maar dat heeft wel te maken met... kijk, ik denk persoonlijk dat het wel klopt. Dat als je ergens leeft, dat je je moet houden aan de regels van dat land. Ook als het indruist tegen je eigen regelgeving? Absoluut. Okay. Want kijk, ik ben nu hier in... Stel je voor, ik ben in Marokko opgegroeid. Marokko is veel vrijer dan Saudi-Arabië. Toch? Dan Saudi-Arabië. Maar als ik naar Saudi-Arabië ga leven, dan ben ik verplicht om aan die regels... Ik kan niet daar gaan leven hoe ik eens in Marokko leef. Okay, dus als je gaat oproepen om Jemen te gaan bombarderen, ga je mee? Nee. Ik ben anti-oorlog. Oké, okay, maar ik dat zal doen nooit... ze toch? Nee, dat doen ze niet. Dus Saoedi valt Jemen niet aan? Ik heb het over Marokko. Hey, ik praat over Saoedi, we zijn bij Saoedi nu. Nee, ik zei als ik als Marokkaan in Saoedië zou wonen, dan ben ik verplicht om me aan hun regels te houden. Dus als ze je oproepen... Leefregels, hè? Dus als... Ik ben geen Saoediër, mij kunnen ze niet oproepen. Ah, oké. Maar dat betekent dat er wel grenzen zijn. Melissa, zie je het weer? Wij praten over een onderwerp, we kunnen het oneens met elkaar zijn, maar dan gaan we gewoon door. Yes. Snap je? Ja. Hij kijkt anders naar iets dan ik. Juist. Mag. Snap je? Als ik zeg, die meneer Koffie, wie is hij? Dat is voor jou heel belangrijk. Dan zeg ik, ho, stop eens, Mimoen. Meneer Koffie is misschien voor mij heel belangrijk. Dan nog steeds zeg ik, voor mij niet. Maar we hadden het over het integreren, begrijp je? Het mooie is dat, zeg maar... Weet je wat de definitie is van integreren? Leg het mij uit. Nee. Ik ben niemand met kennis of whatsoever. Je bent gewoon heel veel kennis. Nee, dat is niet waar. Ik ben student van het leven, man. Echt serieus. En ik ben humble. Wat betekent het, denk je, volgens jou? Tot elkaar komen. Weet je wat dat betekent? Het wat? Integratie, letterlijk. Definitie ervan. Oh nee, dat... Broer, alsjeblieft. Pak je Google erbij. Man, ik geef geen shy Google. Ik vraag aan jou, broer. Oké, fuck Google, ask Mimoen. Integratie betekent eigenlijk letterlijk het in elkaar samengaan van elkaars culturen. Ja. Dus jij gaat mijn cultuur... Maak gewoon gebruik van elkaars cultuur. We respecteren elkaar en elkaars cultuur. Dus het betekent niet alleen maar dat ik alles moet doen van jouw cultuur. Maar eigenlijk aan de andere kant ook jij van de mijne. Ja. En als je mij vraagt, is in Nederland integratie geslaagd? Dan zeg ik nee. Maar Marokkanen zijn wel goed geïntegreerd. Want wij doen wel heel veel van... Zeker, wat, 100% zeker. En als niet-Marokkaan, maar toch deel uitmakende van de maatschappij... opgegroeid met veel Marokkanen en veel andere etnische groepen... ben ik daar heel erg trots op om dat ook te zien. Ik beaam dat. Tuurlijk zijn er ook rotte appels. We praten niet over de rotte appels. Nee, die moeten we ook benoemen. Nee, maar dat is nu niet even, weet je, zeg maar, waar ik het naartoe wil brengen. Waar ik het naartoe wil brengen is dat, zeg maar... Het tot elkaar samenkomen zou niet de grenzen van jouw eigen morale moeten doen overschrijden. Absoluut. Anders lever je te veel van jezelf in. Anders lever je te veel van jezelf in. Vooral, want je praat over cultuur, maar cultuur is geen religie. Ja, maar die moet je ook niet mixen. Nou, jawel, want dat is een onderdeel ervan. Lekum dinakum waliya din. Jullie hebben jullie geloof, ik heb de mijne. Dien. Ja, maar in de dien zit ook cultuur. Ja, maar dat is voor elk... Kijk, stel je voor je bent de sunna, een moslim. De sunna zit in de dien. Ja, maar wacht even. Lieve Hamza, sorry. Cultuur van een moslim is niet universeel, hè? Nee, klopt. Een Surinaamse moslim leeft anders wat cultuur betreft dan een Marokkaanse moslim. Maar het is toegestaan, tenzij de grenzen van de dien overschrijdt. Cultuur is toegestaan. Absoluut, maar dan nog steeds... Is een moslim zijn niet iets universeels. Het enige wat zeg maar 100% gelijk is, zijn de 5 zuilen. En eigenlijk de andere dingen zoals de weg, de voorbeelden van de profeten en dat soort dingen. Hoe je hoort te gedragen. Maar aan de andere kant,
cultuur in Marokko is heel anders dan, denk ik, de cultuur in Libanon. Libanon telt zowel moslims als christenen, toch? En daarom is het mooi, toch, dat die ayat van we hebben jullie uit één enkele ziel geschapen en tot stammen gemaakt en volkeren, opdat jullie elkaar leren kennen. En dat is ook het mooie ervan. Dat is ook een van de thema's hier van de podcast, verbinden. Zodat de cultuurverschillen elkaar leren kennen en tot elkaar komen. Zodat we de wijsheden van jullie lijn kunnen leren. En de wijsheden kunnen leren van Melissa der kant. Wat ik bedoel? Ja, ik wil even wat vragen aan Melissa. Ja, tuurlijk. Maar Melissa, echt een persoonlijke vraag. Gelukkig, let's go! Je bent sinds we terug zijn gekeerd... Ben je wat stilletjes? Is dat een van je karaktereigenschappen? Het is nu over de islam. Daar weet ik niet zoveel van. Dus meestal als ik over iets niet weet, ga ik niet gewoon dingen gooien. Ik praat wel als ik denk van, nou, ik kan iets toevoegen. Ik herken het. Als ik boos ben geweest of teleurgesteld of wat dan ook... Oh, nee, en een keer ergens terug... Ben ik altijd zo... Daarom vroeg ik een therapeutische vraag. Bedankt voor de therapeutische, maar nee. De therapie voor mezelf. Ik zag echt dat zij dacht van, oké, nu vindt er een gesprek plaats. Heel erg interessant. Ik weet hier weinig van. Ik wil hier heel... Michael, ik luister over, wel, ja. Maar ik, die tekst die je zei van... wat was het nou van wat je zei over van, je kan iets lekker vinden? Of ik heb het verkeerd verstaan. Je kan van iets houden terwijl het slecht voor je is. En het kan zijn dat jullie afkeer voor iets hebben. Wat terwijl jullie weten is. Dat het goed voor jullie is. Laten we zeggen van... Maar die betreffende vers ging over de vrouw, hè? Ging dat echt specifiek over de vrouw? Je kan het toepassen als formule op... Wacht, hoe is die hele vers? Hoe is die helemaal? Ja, of is het lang? Dat, ja, dat kan je niet even zomaar eruit plukken uit de... Nou, het is heel lang, maar de specifieke waar we het over hebben is eigenlijk van sommige dingen die slecht voor je zijn. Nee, het kan zijn dat jullie afkeer voor hebben, iets voor hebben, van iets hebben terwijl jullie weten dat het goed voor jullie is. En het kan zijn dat jullie van iets houden terwijl jullie weten dat het slecht voor jullie is. En niet jullie weten terwijl het slecht voor jullie is. Terwijl het slecht voor jullie is, ja. Ja. Met dus andere woorden, alcohol, bij wijze van alcohol. Het is slecht voor je. En toch gebruik je het. Dit heeft niks te maken met dat onderwerp. Hè. Blowen. Tast je lichaam aan. Je weet dat het niet goed voor je is. En toch gebruik je het. Of rijden achter het stuur met alcohol op. Bij wijze van. Maar weet je wat leuk is? Zeg maar, kijk, nu hebben we zeg maar, vanuit islamitisch perspectief zeg maar, een paar teugels eruit gegooid. Weet je waar we aan kunnen vasthouden. Dat zegt van ja, dit is onze houvast. Maar wat zo mooi is dat jij bent christelijk. En ook... welke teugels hou jij je voor jezelf aan vast, waarvan je zegt van, hé, ja man, dit zijn steunpilaartjes voor mij op bepaalde momenten waarbij ik het eventjes niet weet. En als ik me dan even daarop focus of me daarop vasthoud, je weet toch, dan zit ik weer even goed in mijn vel. Omdat ze net zei van, dan bid ik, hè? Juist. Ja, ik doe wel eens in mijn stand-up comedy, maak ik grappen over mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Libanees. Wat duidelijk naar voren komt, is als ik mezelf vergelijk met de mensen hier, de Nederlanders, is dat de Nederlanders zijn heel complimenteus naar hun kinderen en dat heb ik niet gehad. En eigenlijk heeft mijn moeder altijd gezegd van, als ik iets had, van ga naar God, ga bidden. Dus het is niet van, hé meid, hoe gaat het? Altijd, ga bidden. Dus ik ben zo getraind dat als er iets is, ik bid en ik zoek God. En hoe doe je dat dan? Sorry, misschien een heel gekke vraag. Maar... Bijvoorbeeld als ik in de auto ben, dan bid ik... Voordat je start, schietgebedje? Niet echt een schietgebed, gewoon dat ik kom echt met die pure onzekerheid, met die eigenlijk die lelijke kant van jezelf die we eigenlijk willen verbergen... Vraag ik te veel van je als ik vraag of je het even voor wil doen? Of mag, oh nee gaat hoor, te nee. Ver? Ja, ik zit dan gewoon in de auto. Soms ga ik ook gewoon naar de wc, maar nu moest ik wel echt plassen. Dan zeg ik gewoon van, heer, wilt u mij helpen hier met dit? Bijvoorbeeld in mijn relatie, als ik iets had waar ik voelde van, ik had echt control freak shit gedaan bij hem. Dan denk ik van, oh sorry vader, heer, ik bid dat elk leeg gevoel dat ik voel dat ik met controle moet hebben over mensen, dat ik het los kan laten. Dat ik dat loslaat. Dat ik mensen vrijlaat. Ik zeg wel, ik geef niet al mijn excuus aan als ik bijvoorbeeld iets heb gedaan. Maar ja, dat is wel gewoon een heel, heel puur gebed. En eigenlijk ook met pijnlijke shit van jezelf. En wat was de vraag? Of je een gebedje voor wilde doen. Of je een, dat vroeg hij. Maar ik vroeg, heb je teugels, zeg maar een vers bijvoorbeeld waar je voor jezelf naar refereert?
van hey, dit is dan een stukje houvast waar ik kracht uitput om weer verder te kunnen gaan. Ja, ik voel wel altijd van waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ja. Dus ik wil altijd wel gewoon dat mijn hart gewoon vol van liefde is. En dat ik dat ook aan mijn mensen om me heen kan geven. En dan nu op terugkomend op Mimoen's vraag. Hoe ziet zo'n gebed eruit dan? Ja, dat is gewoon heel persoonlijk. Gewoon net zo hoe ik met jullie praat, zo praat ik dan eigenlijk met God. Mm-hmm. En eigenlijk ook alle... Soms als mensen gaan we met maskers gaan we leuk blijven doen, terwijl we eigenlijk iets voelen. Maar ik wil gewoon met alle pure shit gewoon bij hem komen. Want hij kan mijn hart vullen. Hij kan mijn hart... En ook inzichten geven. Soms ben ik ook bewust stil van Heer, wat wilt u zeggen tot mij? Doet zo. Je gaat, ja. Ben je een beetje zo? Ja. Oh, dat is apart voor de christenen. Maar ze is ook Libanees, hè? Oh ja, Libanees. Ja, tuurlijk. Okay, die zijn een beetje... Jullie zeggen ook alhamdulillah, toch? Ook al heeft het voor ik jullie... Ik heb het nog nooit gezegd, maar I like it. Maar Libanon... ja, ik denk Libanezen als mijn vader bidt, zou die het wel zeggen, want, denk ik. Ja, dus dan is het automatisch. Arabieren die doen altijd Allah. Dit mag eigenlijk niet, hoor ik, hè? Ja, ik weet het niet, man. Maar ook bijvoorbeeld laatst toen... dat is wel iets heel persoonlijks. Ik wilde heel graag... Ik zat heel erg met de mensen in Afghanistan. En ik wilde heel graag mensen helpen. Maar ook voor dat, terwijl ik wil helpen. En je denkt, oh, wat goed. Ik ging bidden. Ik zei, wilt u dat ik ga helpen? En ik voelde gewoon, nee. Ja, maar helpen is toch goed? Maar soms kan helpen ook toxic zijn als je niet... Eerst in jezelf dingen dealt. Misschien dat je zelf niet sterk genoeg bent om zoiets aan te gaan. Maar hoe, als je helpt uit, hulp als je helpt, je bieden? Als je op welke helpt, manier wil je hulp bieden? Ja, je kan gewoon naar financieel, de of kleding brengen, koken. Maar wat ik wil zeggen is, je kan helpen vanuit medelijden, maar je kan ook helpen vanuit kracht en liefde. En ik wil helpen vanuit kracht en liefde. En als ik heel eerlijk was ik nog bij die medelijden. En als we elkaar zien vanuit medelijden ogen, maken we elkaar schakelen eigenlijk de kracht uit. En ik wil dat niet. Ik wil, als ik ben bij dat punt van power and love, dan wil ik gaan in kracht. Want heel vaak vanuit de omgeving, oh wat lief wat jij dat doet. Eigenlijk die toxic ding, wat eigenlijk heel little is, wordt toch dan... Je hoeft het niet te delen met mensen als je goede daden verricht. Nee, maar als ze zien het vanzelf, weet je. Inderdaad, dat is ook een goeie. Maar het wordt wel, oh wauw. En... That's not good. Er is een hele mooie vers. En islamitisch, helaas. Islamitisch. En die zegt, niemand is beter dan een ander, behalve in het verrichten van goede daden. Je kan... Iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk. Net als de pennen van een kam. Mens allemaal gelijk, maar het verrichten van goede daden, daarin kunnen mensen echt giga in verschillen. Het gaat er niet om hoeveel je hebt, maar wat je doet met wat je hebt. Ook een hele mooie uitspraak. Er kwam een keer een man naar mij toe, een hele bekende Marokkaanse schrijver. En die vroeg aan mij, Mimoen, hoe gaat het met je? Ik zeg, ga goed. Hij keek me zo in de ogen aan. Ik zei, nee Mimoen, hoe gaat het echt met je? Ja. Ik liep weg, huilend naar de wc. Nog nooit, omdat je zegt vanuit kracht praten, nog nooit was een zin zo krachtig bij mij een oprecht binnengekomen, dat ik gewoon... net als nu, ik kwam niet uit mijn woorden, man. Nog nooit had iemand ooit oprecht aan mij gevraagd, hoe gaat het met je? Ja. Ik klapte gewoon dicht, ik ging naar de wc, ik ging huilen, ik bleef daar gewoon zo lang en ik dacht bij mezelf van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nog nooit is er iemand zo oprecht naar me toegekomen om te vragen hoe het met je gaat. En gaat goed, man. Is iets nu waardeloos. Ja. Betekent gewoon geen enkele moer. Als iemand zegt, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Betekent niks. Maar als iemand met jou zit, apart, dan zegt Melissa, even serieus, hoe gaat het met je? Het komt toch veel anders binnen dan, brada, hoe gaat het? Alles goed? En al die handen enzovoort. Ja. Betekent niks meer voor mij. Het gaat goed, betekent niks. Ik denk dat die oprechte manier van vragen, hoe gaat het met je, heel erg nodig is nu de dag van vandaag onder elkaar. Ja. Vooral in de social media leven. Hè? Ook, ja. Het is gewoon waardeloos. Ja, het is alleen maar swipe to the left, swipe, swipe. Like. Yes. Maar ik vind ook dat tegenwoordig de meditatie en het krijgt een soort adoratie dat het jammer is dat je eigenlijk je,
je meditatie zo tentoonstelt alsof het iets is wat, waar je mee kan pronken. Terwijl het iets eigenlijk intiems is. Persoonlijk. En dat is, nu wordt het zo'n... Een hype om het te... En dat bedoelen jullie ermee? Sorry, ik begrijp het dat niet. Dat bedoelde Mimoen ook te zeggen met het verrichten van goede daden. Dat het geen hype moet worden, maar dat het iets moet zijn tussen jou en jouw heer. En naar de mensen naar wie je dat doet. Weet je, ze gaf aan dat zeg maar dat hele spirituele en het mediteren. En dat het meer nu wordt gemaakt als een hype of zo. Ja, dat mensen graag willen delen dat ze goed bezig zijn. Maar kijk dan. Of soms smoken ze een jonko en dan hebben ze iets en dan denken ze dat ze spiritueel is. Dan zeggen ze, oh wat, ik voel iets bij jou, bladibladibla. Denk ik, je hebt net die jonko gesmokt. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat iemand dan... Ja, dat en waarom geloofde je dat niet? Ik voelde hem niet. Net zoals jij die man voelde van, hoe gaat het echt met je? Dan weet je, iemand praat van hart tot hart. Of iemand praat... Wie? Mag ik een hele stomme vraag stellen? Gewoon echt, misschien niet boos worden. Okay. Wie zegt dat die meneer Koffie niet stoned was toen hij zijn boek schreef? Hij zat op de Aruba gewoon, weet je, op zijn strandstoeltje zat hij gewoon even... Zijn deadline moest hij halen, je weet toch, dus zat gewoon even de type gewoon... Nee, omdat, kijk, als was misschien een stomme vraag, maar met spiritueel, met wijsheid delen, soms blijft het heel vaag en dan, je kan je vinger er niet op leggen. Maar als je echt duidelijk met praktische voorbeelden ook dingen kan benoemen en iemand kan opbouwen, dan denk je van wauw. Dat zijn ook diepe lessen. Iemand die kwetsbaar is, gelooft alles wat hij leest. Iemand die succesvol is en leest iets wat wie dan ook heeft geschreven... Gaat hij verifiëren. Ach man, bullshit man. Ik heb het anders gedaan. Wij zijn... Soms zijn we kwetsbaar, dan geloven we eerder dingen... Dat is waar. ...die we lezen, dan wanneer we in de kracht van onze leven zijn. In the building! Heb ik gisteren gelezen in het Donald Duck. Ik ontkracht hem een beetje, maar ik meen het echt. Echt, maar Mimoen, luister dan, want je vroeg net aan haar, zeg maar, hoe haar gebed eruit ziet. Maar hoe ziet jouw gebed eruit dan als jij, zeg maar, zoekt naar een beetje kracht in je leven? Wil je een biecht van mij? Mm-hmm. Ik was heel lang heel slecht bezig. Ja. Dat ik nog wel ging bidden, maar ik durfde geen dua te doen. Nee, waarom niet? Dua zijn smeekbedes. Omdat ik dacht bij mezelf, hoe kan ik nog aan iets aan God vragen? Met slecht bezig bedoel ik niet roken of stelen. Ik bedoel gewoon voor mij. Hè. Ik bedoel gewoon kleine maakt dingen, domme dingetjes. Hoe kan ik aan Allah dingen vragen? Ja. Terwijl ik er bijna niks voor terug doe. Kijk, wat ik doe dit, ik doe dat. En dan ga ik nog vragen, geef mij dit, help me met dit. Terwijl eigenlijk doet het voor mij dat overkomen. Dat is wat Allah wil dat je doet. Ja, maar alsof je niet, weet je, in niet bent of zo om hulp te krijgen. Iedereen is in niet, maar ik deed het niet omdat ik me schaamde om te vragen. En toen vertelde ik het aan iemand, het is een korte periode geweest. En toen zei hij, dat is de duivel die tegen jou zegt, doe het niet. Want die wil natuurlijk niet dat Allah jou helpt. Oké, maar nu gaan we wat dieper. De duivel. Het zou misschien ook het slechte in jouzelf kunnen zijn die jou oproept om je te weerhouden om zoiets te doen. Hoeft niet speciaal de duivel te zijn. Absoluut. Duivel is niet altijd extern, ook intern. Iedereen heeft ook een slechte kant in zichzelf die men moet proberen te reinigen en zo dusdanig onder controle proberen te krijgen. Zodat het ondernemen van wat goed is, de overhand krijgt van het ondernemen van wat slecht is. In the building! Wat ik daarop aanvullen. Ik ben het helemaal met je eens. We geven al heel snel de schuld aan slechte vrienden, dit en dat, duivel enzovoort. Je bent zelf eindverantwoordelijk. Want jij bent degene die kiest welk pad je bewandelt. Hoe gek het ook klinkt, ook al... Laat me het zo zeggen. Dankbaarheid is iets wat je eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar het is niet altijd zo. Bro, de nefs bestonden voor Shaitan. De wat? Je nefs, je ego, bestond voor Shaitan. Is de nefs definitie ervan ego? Nou, ik dacht juist voor ziel. Roh is wat anders. Maar nefs, ego, komt er het dichtst bij zijn in de buurt. Kijk, sommige woorden
in de drie semitische talen, dus Armeens, Arabisch en Hebreeuws, zijn gewoon niet te vertalen makkelijk 1, 2, 3 naar een Europese westerse taal. Omdat die taal gewoon te armoedig is om de juiste omschrijving te kunnen vertalen. Vandaar dat ze interpretatiewoorden hebben die een beetje in de buurt komen. En dan nog steeds is het niet de juiste definitie van het woord, zeg maar. Mag ik even iets zeggen tegen Hamza? Sorry, ik moet het even kwijt, anders ben ik het kwijt. Oké. Ik kende je niet voor deze podcast. Ja. Ik heb elkaar in een live van Rashid LaRouche leren kennen. Juist. Maar dat heeft niet te maken met jou. Misschien ben je wel een heel groot artiest, maar ik kijk bijna nooit niet. Televisie en dat soort dingen. Als je er aan zit, dan hoor ik dat. Ja. Oh, sorry. Zet je mic goed bij je. Dus ik heb een luide stem, dus ik probeer hem altijd zo ver mogelijk van me vandaan te hebben. Anders lijkt het alsof ik continu aan het schreeuwen ben. Oké. En ik ben aangenaam verrast door je. Ja, je straalt een bepaalde rust uit, je straalt een bepaalde kennis. Alsof je echt iets... Je bent een aanwinst voor de podcastwereld. Echt waar. Ik denk dat je echt een Mr. De Rust hemzelf bent, met kennis. Dus niet gewoon, ik wil een podcast beginnen omdat ik graag gezien of gehoord wil worden. Maar die mag je even in je broekzak steken. Echt waar, die is echt oprecht. Broeder, ik ben gewoon de broeder van jou die je nog niet kende. In de building! Applausje voor jezelf allemaal. Voor mij dan. Voor jou. Melissa, jullie kennen elkaar wel, want ik zag hoe jullie elkaar groeten enzovoort. We kennen elkaar ook nog niet zo super goed en lang, hè? Ja. Maar ik heb gisteren een liedje van jou, een vriend van mij. Ik zei tegen hem, die heeft me gevraagd dit en dat. Liet hij een liedje voor je, Zem. Ja, die van vroeger toch? Heb je die opgenomen in Mekka? Naast Zemzem. Naast de bron van Zemzem. Nee, ik ga je wat vertellen. Die Zen. Was het Zen? Je weet, Zen is ook iemand die gestoord is. Maar oh, ik dacht juist rust. Je voelt Zen. Ja, dat is nu de nieuwe westerse term. Maar vroeger, in 1982, was er een groep. Afrika Bambaataa en de Soul Sonic Force. En ze hadden een nummer, Planet Rock. En aan het einde van het nummer, en dat was een groep die gekleed was als de oude Mooren. En als elke andere groot rijk met hun klederdracht. En ze deden breakdance muziek, zeg maar. En dat waren de eerste klanken van echt rappen. En op het laatst zegt hij, zen. Maar toen ik de beat hoorde, en als kleinkind dat ik ging breakdance hier op de Dam, en met mijn petje rondging om klein geld te collecteren. Oh, ik had een keertje te veel gegeven. Gaat u eens over in de beelden! In ieder geval, dat was me altijd bijgebleven en die heb ik toen gebruikt in die track die in 2001 uitkwam, in eigen beheer uitgebracht. En dat werd een soort van echt een classic. Want zelfs die, ik wist natuurlijk niet wie het zong, ja. Maar ik kende zen, dat kon ik wel. Tuurlijk, ja toch, broski. Hoe oud ben je? Nee bro, daar gaan we niet over praten. Ik ben benieuwd of we van dezelfde generatie zijn. Ik ben 21. Ja, klopt, ik ben in dezelfde generatie van jou. Weet je wat het is, bro? En ik ga even terugkomen bij jou, want je wilt er onderuit komen. Ik zei tegen jou, hoe ziet jouw gebed eruit? Want je vroeg het wel aan haar, maar hoe ziet jouw gebed eruit dan? Tegenwoordig anders dan vroeger. Ja, hoe? Nu ben ik meer bezig met gezondheid. Doe even voor. In het Nederlands? Doe maar in het Nederlands. Mijn vader is bijna 4 jaar geleden overleden. Dus bijna elk gebed wat ik verricht, probeer ik altijd te vragen of Allah zijn zondes vergeeft. Yeah. En hem een mooie plek in het hiernamaals geeft. Yes. En ik probeer ook voor mijn broers en mijn zussen en mijn gezin enzovoort te vragen. Ik zeg het. Of hun zondes worden vergeven. Ik probeer zo min mogelijk voor mezelf te vragen. Dat doe ik niet. Maar je bent niet behoeftig? Jawel. Oké, dan moet je vragen toch? Maar ik weet niet, dat doe ik niet zoveel. Ghafoorur Rahim, toch? Ja, in Allah Ghafoorur Rahim, absoluut. De grootste vergever aller tijden. En dat is het eigenlijk, man. Ik doe niet echt veel, heel diep, heel alles. Ik vraag gewoon altijd, ik hoop dat het goed gaat met iedereen om me heen. Ik hoop dat mijn vader een mooie plek in het hiernamaals krijgt. En dat mijn moeder nog lang zo lang mogelijk mag leven. Dat zijn eigenlijk korte... En als een vriend van mij specifiek me vraagt van, wil je dua voor dit doen of voor dat doen? Dan doe ik dat ook wel eens. Tuurlijk. Ik heb ook, ik ben ook maar een mens. Tuurlijk, dus heel simpel. Ik hou het zo simpel mogelijk. Ja. En zo min mogelijk voor mezelf.
Ja, tuurlijk. Ik had gisteren nog doorgedaan. Ik hoop dat Hamza van Sugarcane me afbelt. Ik heb niet afgebeld. Nee, echt niet, want het moest gewoon zo'n scènetje. Hier zal zitten in de building. Daar kon je niet onderuit. Melissa, jij wilt heel graag in de stand-up comedy. Wil je iets doen, toch, mama? Ja. Oké. Heb jij het idee dat Mimoen jou tips zou kunnen geven hoe jij voor jezelf je game zou kunnen versterken om in die wereld iets te gaan doen? Ik weet hoe ik haar ga helpen. Want hier zit een specialist eigenlijk ook. Nee, ik ben geen specialist. Nee, maar jij moet dat niet beantwoorden. Zij moet het vragen aan jou. Wat denk jij wat hij aan jou kan geven aan meerwaarde die jij nodig hebt als tool om in die wereld te duiken? Na dit gesprek sowieso dat... Want eigenlijk stand-up comedy is, je vertelt een verhaal en je probeert dat zoveel mogelijk mensen hem pakken. Dus nu leer ik dat verhaal mijn story. Mijn story of Stephen Covey gaat de prullenbak in. En ik moet hem op Want wie ben ik? Nee, maar ik snap dat het. Dat is dus wat ik probeer. Wie ben ik? Dat je dat van mij moet aannemen. Dus wat ik zeg over Stephen Covey. Het is een wijsheid van within. Maar het moet in communicatie, want je moet het zo verpakken dat het geen niet zo snel afstoot. Melissa, je moet het lezen, absoluut. Maar ik moet het niet klakkeloos aannemen. Ik lees sowieso, net zoals maar als ik iets zeg. Waar we het hebben over stand-up... Nee, luister, als we het hebben over stand-up comedy, weet je, je maakt grappen. Je past soms je set aan, ook aan de kleur van het publiek. En... ik geef zeker geen antwoord op jouw vraag. Vind je het goed als ik je koppel aan Jeffrey Spalburg? Die gaat het geweldig vinden om met jou te schrijven en met jou te helpen. Kijk, dit wil ik nou horen. In de building! Ik meen het serieus. Je kent Jeffrey, heb je gezegd. Ja, ik vind hem heel goed. Ja. Vind je het goed? Maar, stop. Ik heb hem al een bericht gestuurd, heb niet gereageerd. Oké, maar nu gaat hij wel reageren. Pak mijn telefoon vandaan, we bellen hem nu. Wat bel je hem nu? Tuurlijk, wat denk je daar? Oh, de spot, wat denk je daar? Is een van mijn goeiste vrienden. Goeiste. En dan gaat hij top nemen, zo goed is hij. Nee, maar hij is bezig. Dat is gewoon even mezelf indekken. Degene die u probeert te bereiken, heeft voicemail uitgeschakeld. Zie je? U kunt geen berichten... Zij dus nou, degene die u heeft geprobeerd te bereiken, heeft geen beeld goed? Nee, uitgeschakeld. Oké, maar in ieder geval, weet je, jullie gaan elkaar met elkaar connecten en hij gaat je in contact brengen met Jeffrey. En mogen het tot iets komen waardoor je een stapje verder kan komen. Dat was gewoon mijn intentie jou vandaag sowieso. Maar Mimoen, ik wil gewoon weten. Ik wil dat je even met ons deelt hoe jij in deze wereld bent terechtgekomen. Hoe het voor jou is begonnen als jonge acteur. Ik ga je vertellen. Take us back. Hey, what, Mimoen? Take us back. Het gebeurde toen ik 8 was. Nee. Als ik het opnieuw mocht doen, denk ik dat ik het niet had gedaan, man. Ja, vertel van. Ik had alles op een rijtje. Ik zat HBO, diploma's, alles. Ik wist wat ik wou worden, alles erop en eraan. En toen kwam acteren op mijn pad. Ik liep gewoon hier achter op het Centraal Station, op de Dam. En er was gewoon een Hollandse man. Van vroeger waren er nog niet zoveel allochtonen / Marokkanen ingeschreven in castingbureaus. En die riepen ons, hey, zouden jullie in de film willen spelen? Oké. Gewoon op zo'n manier. En je weet toch, iedereen wilde wel de volgende Al Pacino, Robert De Niro worden. Juist. Dus ik zeg, hoe bedoel je? Zeg, kom maar met ons mee. Gelijk hier om de hoek kan je auditie doen. Echt serieus. We liepen met hem mee, we waren met 3 vrienden, ik en 2 vrienden. En we liepen mee. En er was een restaurant op een van de grachten, omgetoverd tot een filmset. We kwamen binnen, en dit is echt waar wat ik meen. Dus op de dag zelf dat je werd gevraagd? Ter plekke. Kwam je op de set gelijk? Nee, niet op de set. Oh. Auditie. Oh, okay. Dus we kwamen in een restaurant terecht, yes, waarin we auditie moeten doen. Yes. En ik kwam binnen en we kregen een papiertje voor ons kop, waarin stond, ik ben bereid om naaktscènes, seksscènes en dat soort dingen te doen. En ik doe die dingen niet. Nee. Ik heb erop geschreven, Mimoen Ouledraadi, telefoonnummer, nee.
En ik ben weggegaan. Een week daarna werd ik wel gebeld, want toen hadden ze mijn nummer. Hey Mimoen, zou je auditie willen doen voor een andere film? En toen heb ik gewoon gezegd, toch niet weer seks gerelateerd. Nee, dit is een andere film. Ik zeg, oké, is goed. Weer naar hetzelfde cafeetje, toevallig. Auditie gedaan, was voor de film Shuf Shuf Habibi. Ik ging de volgende dag nadat ik auditie had gedaan, ging ik naar Marokko. En vroeger bleef ik altijd 7-8 weken weg. Ja. En toen ik terugkwam, en nu neem je, iedereen neemt zijn telefoon mee. Maar vroeger, weet je, in Nederland, hè? Ja. Het bestaat niet dat je je telefoon mee. Als je hem alleen maar aandeed in het buitenland, dat je al spijt. Ja. Kreeg je gewoon een rekening van een paar honderd gulden. Juist. Dus ik liet hem in Nederland en toen ik terugkwam, deed ik hem aan. En ik ben nog steeds bevriend met die vrouw, wel op Facebook. We spreken elkaar niet zo vaak, maar ik reageer wel eens op haar. Gewoon dat van, vind ik leuk, je weet wel. Annemarieke Bakker. Juist. En die belde mij. En nee, ik had een voicemail van, Mimoen, bel ons, we hebben een rol voor je, we hebben een rol voor je. Dus ik belde. Mimoen, we dachten dat je dood was, waar ben je? Kom nu, we hebben een rol voor je, bla bla bla. Ik ging er naartoe. En inderdaad, dat was een van de hoofdrollen voor die film. En... ja, dat was het. Leuk, man. Wow. Zo is het voor jou begonnen? Ja, gewoon op straat. Tof, man. Hey, en weet je wat ik me dan afvraag? Ik zat onderweg in de auto, zat ik even naar die Shuf Shuf Habibi te kijken. Hoe dat begon. En dan zag ik al die gasten. Weet je, Najib. Weet je, al die boykies. Najib Amali, toch? Gaat hij dat zeggen? In de building! Maar al die gasten, iedereen was nog jong. En eigenlijk... de enige die nog steeds jong is, dat ben ik weer. Gaat hij dat zeggen? Check dan. Hoe kijk jij terug naar die periode vanuit dit jaartal? En naar al die jongens die er toen ook, zeg maar, inspeelden en allemaal ook begonnen en wat ze nu zijn geworden. Kijk je met een trots ernaar of... met welke blik kijk je ernaar? Wist je dat ik nooit iets van mezelf terugkrijg? Nee? Nooit. Ik heb in Sterrendans op het ijs gezeten, heb ik nooit teruggezien. Mm-hmm. Ik heb 36 afleveringen van Shuf Shuf Habibi, de serie, gemaakt. Juist. Nooit teruggezien. De film was ik bij de première. Ik heb wel een paar afleveringen gezien, maar niet allemaal. Is dat bewust om, zeg maar, jezelf... Ik ben bang. Waarom ben je bang? Ik weet niet waarom. Om te zien ik vind mezelf niet goed, als ik eerlijk moet zijn. Oké, nu gaat het consultuurtje in, hè, met de psychiater. Okay. Moet je wel even... En dat beeldde! Nee, maar echt heel even serieus. Ik vind mezelf niet zo goed. Dus ik ben een heel onzeker type. Dus ik probeer niet terug te kijken. Want dan ga ik mezelf... Je wil niet geconfronteerd worden met mezelf. Dat waarvan jij denkt dat het niet goed genoeg was. Maar dus als ik soms mensen op straat tegenkom... Hoor je dat wat hij zegt? Melissa, door. Maar hoor je wat hij zegt? Als ik soms mensen op straat tegenkom... Hey, je bent legit, hey, je bent lukt. Dan denk ik van... Maar is het dan dat je kijkt naar je acteerwerk... denk ik, die emotie gewoon komt niet alles, over? Het totale pakket. Het totale pakket. Het is gewoon mijn innerlijke onzekerheid. Terwijl? Daarom ben ik bij elke nieuwe aflevering. Maar dat elke maakt jou serie. Een goede acteur. Nee, ik ben helemaal geen goede acteur. Nee, maar ik denk het wel. Gewoon Mimoun Ouledraadi die daar is. Ik probeer altijd de lolbroek uit te hangen. Ik denk nooit na voordat ik wat zeg. En dat is ook de reden waarom ik tegen je zeg. Ik wil met de psycholoog gaan praten. Ik wil dingen anders doen. Misschien was ik dan succesvoller geweest. Misschien ga ik dan een andere richting op. Maar in ieder geval, ik denk persoonlijk dat ik anders moet gaan worden. Of anders moet gaan gedragen. Om daar te komen waar ik denk dat ik verdien om te zijn over 10 jaar. En dat is niet hoe ik nu ben. Maar het feit alleen al dat je dat voor jezelf... Dat heb ik pas vorige week besloten. Dat is heel goed. Beter laat dan nooit. I swear to God. Beter laat dan nooit. Besloten. Beter laat dan nooit. En het feit alleen al dat daarom vroeg ik je toch. Van, ben je al te oud om te leren? En dat, nooit, soort dat is een never. Soort van je wou het bevestigd krijgen. Je wou het gewoon even bevestigd krijgen voor jezelf. Nee, never, nooit niet. Maar het feit alleen al dat je voor jezelf... deze weg heb genavigeerd om tot deze conclusie te komen, is al het bewijs dat je eigenlijk al daar bent waar je eigenlijk nog waar je nog eigenlijk moet gaan verzilveren om daadwerkelijk te komen. Weet je dat ik heel lang niet wist dat ik veel sprak? Dat je? Dat ik veel sprak. Mm. Dus overal waar ik was, was ik altijd aan het woord. Mm-hmm. Maar je hebt dat nooit door zelf. Mm-hmm. Totdat iemand tegen mij zei van, Mimoen, ik moet je wat zeggen. Ik ben altijd de gezellige in een groep, maar als jij er bent, dan kom ik er niet aan te pas. Dus ik ben met een psycholoog gaan praten. Wat blijkt? Jij bent mijn allergie.
Bla 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 bla. Wow. I swear to God. Het was nieuwjaarsdag in Marrakesh. En hij vertelde dat. En ik zeg, oké, als jij dat vindt. Ik liep naar buiten. Hij had wel een borreltje op. Ja. Ik liep naar buiten. Dan zijn ze het eerlijkst. Maar nu, ik ga je zo mijn mening geven, maar toen liep ik naar buiten. Goh, ik heb me gehuild, jongen. Ja. Klootzak, ik vond het echt de grootste klootzak die er op de wereld rond was enzovoort. Hoe kan hij dat tegen me zeggen in een grote groep? Want als hij het één op één had gezegd, had het denk ik minder pijn gedaan dan in een grote groep. Tuurlijk. En wat zei je? Nee, ik had wel een vraag. Toen hij dat nog niet had gezegd, was hij ook al jouw allergie? Of was het niet wederzijds? Ik zijn allergie? Ja, als hij dat niet had gezegd, voelde hij ook bij hem? Hij beweerde dat waar ik was, dat hij altijd stil was. Hij kon niet, want er was altijd maar één persoon aan het woord en dat was ik, in plaats van hij. Terwijl hij altijd bekend staat als de leuke, grappige, gezellige man. Maar als ik er was, dan kwam hij er niet aan te pas. Oké. Ja, ik denk dat gewoon in die wereld van, zeg maar... Hij was geen acteur. Nee, maar acteurs of, weet je, moppetappers of mensen die op de voorgrond treden of willen treden. Dat er gewoon veel gepaard gaat met je eigen ego, man. En als je daar niet goed mee weet om te gaan, als je bepaalde dingen niet kan loslaten of de juiste dingen niet kan accepteren of juist omzeilen... Probleem, man. Jeffy Spally, belt, hè? Zie je, hup, zakje, hij belt voor je. Spally. Processen zijn we er wel, begrijp je? Spally, je bent live in de uitzending met Sugar Cane en een cabaretier, ze heet Melissa. En ik ga jou koppelen aan Melissa en jij gaat Melissa helpen, inshallah. Ik kan nu niet praten, G, want ik ben in de tram toch? Tram? Oh, wacht, ik was vergeten dat je ook nog zakkenroller was, man. Spally, ik ga je straks haar nummer appen. En dan, ik bel je straks. Ja, neef? Oké, later. Love, first. In the building! That's how we connect. Hij gaat je helpen. Hij is echt een van de liefste mensen die ik ken. Oké. Hoor je dat, Melissa? Ja, echt bedankt. Nou, jij hij heeft geur al, man. Wat bedankt. Uurtje factuurtje. Nee, maar ze hebben brownies gebracht voor je. Ja. Ik ben meer van de blackies, je weet toch. Ik dat zeggen. Gruwelijk. Melissa. Oké, luister. Even om je even een boost te geven. Je gaat straks een hoek op krijgen met Jeffrey. Wat is waar je het... Welke kant wil je het opbrengen, zeg maar? Of laat je het gewoon, zeg maar... over aan hem, wat hij je adviseert? Of heb je al een eigen visie? Ik wil eigenlijk gewoon mijn set... Je wilt een set. Je hebt dus eigenlijk nog geen set, toch? Nee, ik heb een set. Die wil ik gewoon aan hem voordoen. En ik wil dan dat hij gewoon opschrijft wat... Hij is ook regisseur, hè? Hij is ook regisseur. Hij regisseert heel veel programma's, alles erop en eraan. En het is dan gewoon echt een op-en-top professional. Dus hij kan gewoon, zeg maar, jouw set fine-tunen, zeg maar. Nog beter dan fine-tunen. Je kan hem ook aanvullen, alles erop en eraan. Ja, hij is heel goed. Ja. Niet zo goed als ik, maar ja. In de building! Yes, yes, yes! Hey, Mimoun. Spangas. En jij dan? Ik niks, man. Spangas. Spangas is verleden tijd, nee. Weet ik. Maar John Weidenbos, die speelde daar toch ook in... Hey bro, rest in peace, hè. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wist je dat ik het... zijn vrouw, haar broertje, die ken ik. Ja. Dus ik had het te horen gekregen via zijn familie. Want daar heb ik jou gezien, zeg maar. En ik had het op Instagram, ik had het op Twitter gedeeld. Ja. En Jurgen Rijban, die belde me. Hey, is het waar? Want in Suriname weten ze nog van niks. Ja. Want zijn familie, ze wisten van niks. Oh. Ik zeg tegen hem, oh shit, misschien had ik het nog niet moeten delen. Snap je? En toen heeft hij het... Door mij is het een beetje bekend geworden, man. Ik had er echt spijt van, man. We waren toen in de Masjid, daar in West. Ja, toen ze voor hem gingen bidden. Ja, klopt inderdaad, ja. En daar kwam ik jou tegen, zeg maar. Ja. En John Weidenbos, J.O., is een jongen die is overleden. Dat is ook grappig, joh. En getalenteerde, hele lieve Surinaamse jongen. Van Bradas, hij zat vroeger ook in Bradas. Ken je dat? Juist. Nee, je bent 32, zei je? Ik denk niet dat ze het kent. Wij zijn 21. Jongen die gaat van Lelystad richting Amsterdam rijden. Ze waren naar Bataviastad gegaan. Juist. En ze reden in de avond terug. En toen zijn ze in een plas water terechtgekomen. In de sloot terechtgekomen op de kop. Met hun kind. Met hun kind. Dus gewoon man, vrouw en kind en boep zo overleden. Dat was echt een klap voor ons, man.
En, was je close met hem? Ja, tuurlijk. Want we appten heel veel, weet je. Hij was eigenlijk degene... Hey, wow. Ik voel even wat, sorry. So. Hij was degene die tegen mij zei... Yo, Kane. Je moet drinkchamps checken. Je weet toch? En we waren toen bij het concert van Big Daddy Kane in Paradiso. Ik zeg, drinkchamps. Hij zegt, ja, het is een toffe podcast. Je weet toch? Hij zegt, je gaat het echt tof vinden met Noriega. Ik zeg, oké, is goed, man. Ik heb die hele podcast nooit gecheckt. Gewoon niet. Pas toen hij overleden was, je weet toch? Dacht ik van, laat maar kijken wat hij bedoelde. En, sorry, hè? Nee, man. Ik moet ook joh. En toen pas... nee, is goed, Achie. Sacrageer. En toen pas ging ik het checken, eigenlijk. En ik heb één keer naar de drinkchamps gecheckt. En ik denk dat eigenlijk hoe ik ben begonnen met dit alles... is eigenlijk door een motivatiepush van hem geweest, man. Om deze doofpot te doen, man. Mooi. Dus John Weidenbos, je weet toch, we love you, man. 100%. Sang, die zag ik even niet aankomen. Hey, die zag ik niet aankomen, bro. Maar je weet toch, mijn hart spreekt altijd, bro. Je weet toch, wat dat betreft, ja, man. Dus ik heb dan nooit zo bij stilgestaan als op dit moment eigenlijk. Je weet toch? Dus ja, man. Poeh. Dus dat, ik ben er even stil van. Ja, man, ik moet ook aan hem denken. Ja, man. Nog een paar dagen voordat hij doodging, kwam ik hem tegen in Nieuw-West. In restaurant Avenida. Ah, ja. Daar zat hij altijd eten halen, man. Broodje kip, toch? Ja, die heet lekkere kip. Ja, man. Ja, man, love. Skin. Ja, man, bro. Ja, man. Ja, man. Dit zijn wel even die realisatiemomenten, man, bro. Toch, Sisa? Ja. Ja, man. Daarom zeg ik je van... als je goed advies krijgt, je weet toch, pak het aan en doe er wat mee. En als je iets wilt doen, stippel het uit. Niet te veel denken, niet te veel jezelf blokkeren om niet te doen, maar gewoon doen. Niemand doet het meteen perfect als hij begint. Ja. Dat is ook niet de bedoeling, want je moet je meters maken om erachter te komen hoe je het beter kan doen. Snap je? Dus gewoon doen. En dat is de boodschap ook die we willen uitdragen naar buiten toe. Niet te veel denken, niet te veel twijfelen. Even goed overwegen en gewoon gaan. Tijdens het proces ga je leren. Weet je, iedereen wil die wereldbeker gewoon hebben in de ring, maar niemand wil klappen krijgen. Ja, bro, dan moet je die wereldtitel niet willen pakken. Je moet ervan uitgaan dat als je die wereldtitel wilt gaan pakken en je wilt klappen uitdelen, moet je ook klappen verwachten. En die moet je nemen als groeiproces voor jou om te weten hoe je gewoon beter kan waken over jezelf. Mag ik er iets op aanvullen? Okay. Ik wil eigenlijk zeggen, en dan moet je me even corrigeren als ik fout zit. Vroeger liet ik me door iedereen adviseren. Ga ik ook niet meer doen, man. Mm-hmm. Ik laat me niet meer door iedereen adviseren. En iedereen mag zeggen wat hij wil. Ja. Maar ik bepaal wat ik zelf inneem en wat ik als flauwekul zie. Ja, man. Daar ben ik het ook mee eens. Je eet het vlees en je gooit het botten weg. Want weet je wat het is? 1000 mensen willen je tegenwoordig adviseren. Ook klopt. Mensen die nog nooit iets hebben meegemaakt in hun leven. Ja. En die denken het allemaal beter te weten dan jij of anders. Maar nee, man. Niet meer door iedereen laten adviseren, man. Klopt, man. Want er is zoveel informatie die bijna binnenkomt. Je op een bepaald moment weet je niet eens meer. Je weet vooral als je kwetsbaar bent. Nogmaals, ook, als je kwetsbaar bent. Maar ook als ik heb met jeugd gewerkt. Hè. Ik heb voor een jongerenorganisatie gewerkt in de zorg. Mm-hmm. Waarin ik met jongeren moest helpen die multiproblematiek hadden. Mm-hmm. Diefstal, thuissituaties, het maakt niet uit wat. Mm-hmm. En ik ben gestopt omdat ik één ding... Er was een jongen die was zo extreem bezig met rellen. Met rellen bedoel ik niet wat gewoon tegendraad zijn dan wat het hoort te zijn. Dat zijn vader tijdens zijn werk aan hem moest denken en zijn hand verloor tot hier. Zijn arm. Zijn arm, ja. Helemaal tot hier. En toen ik die pa zag, dacht ik, het is mij niet gelukt om die jongen tot die jongen door te dringen. En ervoor te zorgen dat hij wel naar zijn ouders zou luisteren. En als hij al nu al naar zijn ouders zou luisteren, is het te laat. Snap je? Zijn papa heeft geen hand meer. Dus toen dacht ik bij mezelf van, misschien is dit niet de juiste beroep voor mij, man. Ja.
ben ik andere weg op gegaan. Ja, sommige dingen zijn vereisen heel veel eigenschappen om zo'n functie te kunnen bekleden. Vaak willen mensen graag iets doen omdat ze denken, vermoeden dat het iets is voor hun. Maar wanneer ze daadwerkelijk die meters gaan lopen, dan ga je gewoon zien dat het is echt iets voor mij. Ik heb echt heel veel mensen geholpen. Waarom? Moet je blijven doen ook. Omdat ik echt oprecht met die mensen ben. En als ik voor je ga, ja. Ik ga voor je door het vuur en alles erop en eraan. Maar alleen op een gegeven moment moest ik voor mezelf een keuze maken van... Niet iedereen wil gered worden. Ja. Dus dat. Niet iedereen wil gered worden. Dus waarom wil jij altijd op die stoel zetten van iedereen willen redden? Juist. En eigenlijk, jij zou nog als geen ander moeten weten dat Rasool sallallahu alaihi wasallam, hij kon je erop wijzen, maar lijden ligt aan onze Heer, man. Absoluut. Je kan iemand attenderen, absoluut. Maar de leiding is bij onze Heer. Mm-hmm. Snap je? Je kan het voorbeeld verkondigen, absoluut. Maar de uiteindelijke kracht die jou echt leiding geeft, dat is onze Heer. En ik denk ook, er zit ook kracht in het gewoon loslaten. Van je side en je laat los. Ja, dat had ik gelezen in een boek van... Nog niet van die Steven... Steven Koffie. Misschien was het wel koffie verkeerd. Ja, dus dat. In de beelden! Gruwelijk, man. Ja, man. Hey, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ja, en de tijd van gaan is nu gekomen. Dus dat, man. Echt serieus. Want je ziet, we hebben alles besproken. We hebben het over acteerdingen gehad. Over comedy, pijn, verdriet. Ben jij van alles. Plan om dit nog lang te doen? Natuurlijk, man, bro. Ik ben benieuwd. Ja? Over een jaar. Ja? Of je ons weer gaat uitnodigen. Tuurlijk, man, om bro. Om te kijken wat er, hoe het gegaan is of hoe het gelopen is. Ja, van ja dan gaan we weer samen zitten. Juist, met Jeffrey. Dat moet je eigenlijk moet je doen met al je gasten. Een maar jaar daarna. Ja, maar dat sowieso heb ik in de planning. Ja, maar moet tuurlijk, eerst tuurlijk, iedereen tuurlijk, hebben. Tuurlijk. Tuurlijk, maar bro, wat denk je? Ik weet toch wat ik aan het doen dat? Ben. Nee, hè? Nee, hè? Gaat hij dat doen? Oké, dan, man. Hey, eventjes, Melissa, wat doe je de dag van vandaag? En wat zijn je toekomstplannen? Even heel kort samengevat. Ik werk in de zorg met mensen met mentale problemen. En wil je mij verzorgen dan? Want ik heb echt wat hulp nodig, schat. Hoe ziet jouw zorg eruit? Ik werk in Zeeland, dus daar draai ik slaapdiensten. Soms 3 nachten achter elkaar. En dan ben ik gewoon een tijdje weer vrij. En daarnaast ga ik gewoon heel veel naar stand-up comedy kijken. Ik ga ook... Nee? Ja, ik dacht dat ik moest afronden. Nee, ik wacht op jou. Ja, ik kijk naar heel veel stand-up comedy. Ook naar comedians waar ik normaal niet naartoe zou gaan, want ik denk, weet je kan altijd leren van anderen. Juist. Zo was ik laatst bij Hans Teeuwen. Mm-hmm. Wauw. Hans Teeuwen. Okay. Ik kende hem niet. Nee, ik ook niet. Ken je? Tuurlijk. Ik zat daar. Ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk... Oh, ik weet niet of ik dat wat zag. Natuurlijk mag je dat zeggen, maar we keeping it real. Ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld in het publiek. Okay. Dus ik zat naast een man en hij moest heel erg lachen over een grap die eigenlijk beledigend was voor types als mij. Okay, dus iemand, je weet toch als iemand keihard moet lachen, maar hij ziet jouw aanwezigheid. Hij denkt, ik hou me in. Dus voor hem was het ongewakkelijk. Maar dan ken je Hans was... inderdaad niet. Hans heeft ook hele foute grap gemaakt over de koningin. Mm-hmm. Over ons geloof, over van alles. Ja? Dus Hans is echt Maar ik wist dat niet. Ik dacht gewoon, ik kan leren. Maar ik voelde een traan komen. Ik ben al gevoelig, maar ik voelde een traan komen. Ik dacht, nee, je bent hier niet voor gekomen. Je gaat rustig ademen. Kijk wat je kan. Toen ik ben weggegaan. Okay, dan. Heb je wel je geld teruggevraagd? Oké, dan. Dus heel veel comedy kijken en leren en optreden. En Mimoun, wat doe jij de dag van vandaag en wat zijn je toekomstplannen? Ik ben met zoveel dingen bezig, Sugar. Ja. En klinkt misschien heel gek, maar ik wil het niet delen, man. Oké, nee, je hebt helemaal groot gelijk, man. Dan, soms is het verkondigen... Ja, vertraging in je proces. Ik wil eerst eventjes, over een jaar als we er weer zijn, dan kan ik je zeggen, ik was met dit bezig, met dat bezig. Dus nu op dit moment wil ik het niet delen. Is goed. Maar ik ben met heel veel bezig. Oké, dope. In ieder geval, je weet toch, ik hou je in de gaten en we houden sowieso contact. Elkaar, hè? We houden dus elkaar dat, in de gaten. Dus dat. En wil je wel een shout-out geven misschien aan iemand? Ja. Goed zo. Mimoun, Ewa, Asa, Habib. Ja. Wat wil je doen? Doofpot. Je weet zelf. Ik wil een SO, heet dat toch? Ja, toch een SO. Een shout-out geven aan mezelf.
Want ik ben degene die hierheen gekomen is en niemand anders. Nee. Tuurlijk. Ik ben niet van de SO's. Nee, ik ben niet. Ik doe dat niet. Ik hoef het ook nooit. Oké. Okay. Maar aan jou. Aan jou. Oké, okay, dankjewel. Ik wil hem aan jou geven. De manier waarop je het doet, ook de manier waarop je ons verbindt. Juist. Vind ik gewoon fantastisch. Dus SO voor jou. Oké, okay, dope man. Goed om te horen, man. Melissa, heb jij nog iemand die een shout-out wil geven? Ja, mijn zusje. Ja? Life of Eliza is influencer met sport. En ze verkoopt booty bands. Oké, okay, dan. Om die booty te trainen. Oké, okay, dan, dope. Yes, sir. Oké, okay, dan. En ik wil een shout-out geven aan mijn partner in Shine, Arius. Ik wil een shout-out geven aan Martijn. Ik wil een shout-out geven aan Akhenaton. Ik wil een shout-out geven aan Now and Never Records. Ik wil een shout-out geven aan iedereen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere. Iedereen in Tata, Suriname, Libanon, Marokko. Ewa, kivesh, ewa sahbi. Ewa sahabti. Wat gaan we doen dan vandaag? Kivesh, what the deal is? Je boy, Triple OG, Sugarcane. En we zijn eruit, man. En ik zie je de volgende keer weer. En check dan, 27 december zijn jullie uitgenodigd met publiek hier in de Akhenaton. De website is straks up and running. Bestel je ticket. Snel. Love. Burst. In de building. Ja. Ik wil nog wat zeggen, maar dat zeg is maar. Zeg maar. Waarom is deze weer zo... Omdat dat ik van je stylo-styling? Omdat het een andere stijl voor mij is. Love, Melissa en Mimoen, Eminem. Smelt niet in je hand, wel in je mond. Love! In the building! Turn in my mic, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks. I'm raised by the hood, you done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glock team speed more than one floor. Deadly combo, call me Ambo. Move in my gun blow. Brah!